deze bijeenkomst van de Commissie voor Binnenlandse Zaken. Voor het rondetafelgesprek over het Nederlands slavernijverleden. De aanleiding tot het houden van dit rondetafelgesprek is naar aanleiding van een verzoek van het lid Bel Haai. En die heeft samen met leden Simons, Van Dijk, Van Strien en Van Baarle dit voorbereid. En het doel is meer inzicht krijgen op de impact van het slavernijverleden op de huidige maatschappij en de manier waarop we hier door de politiek erkenning aan zouden kunnen geven. We gaan dit doen in 3 rondes. De eerste ronde zijn historici. De tweede ronde gaat over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. En de laatste ronde gaat over erkenning, excuses en herstel. We hebben een bijeenkomst waarbij er te sprake is van een hybride bijeenkomst. Dus ik als voorzitter moet zowel de leden hier in de zaal goed het woord kunnen geven en de gasten hier in de zaal natuurlijk. Als mede degene die digitaal aangesloten zijn. En ik zou willen voorstellen dat op het moment dat je iets wil zeggen, je rustig je hand opsteekt en afwacht totdat je de beurt hebt. Zodat we kunnen zorgen dat iedereen goed aan het woord komt en iedereen ook de gelegenheid krijgt om de vragen die er zijn te stellen. Ik wil hierbij alle gasten alvast hartelijk bedanken namens de hele Tweede Kamer. Dan hoeven we dat ook niet allemaal te doen. Dat scheelt ook tijd in de vragen die we uiteindelijk met elkaar kunnen wisselen en het gesprek wat we kunnen hebben. Hierbij is dat dus al gedaan. De eerste ronde. Ik wil het eigenlijk niet doen. De eerste ronde hebben we te gast hier in de zaal. Mevrouw Nooitmeer van het Kenniscentrum Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. De heer Esaias is er van de Black Archives. Mevrouw Doek van het Nationaal Archief. En we hebben via de digitale snelweg aanwezig de heer Brennan van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. Of het Institute of Social History, hoe we het ook moeten noemen. Ik zie het hier op het Engels staan, maar ik denk altijd, we zijn een Nederlands parlement. Welkom alle 4. U krijgt allemaal een aantal minuten. En de voorbereiding was gezegd 2. Ik zal niet op 2 afhameren. Als u mij onrustig ziet rommelen, dan is dat wel het teken om af te ronden. Maar ik vind het niet netjes om gasten in de reden te vallen als zij hun opening doen. Dus dat zal ik ook proberen te voorkomen. U krijgt allemaal de mogelijkheid voor een opening. En dan gaan we de rij af met leden voor vragen. En ik zou u graag willen laten weten dat aanwezig zijn mevrouw Belhaai van D66, mevrouw Koekoek van Volt, mevrouw Van der Plas van de Boer-Burgerbeweging, mevrouw Katman van de Partij van de Arbeid, de heer Van Strien van de VVD. En via de digitale snelweg zijn bij ons mevrouw Wuiten van D66, mevrouw Van Dijk van het CDA, mevrouw Van Esch van de Partij voor de Dieren. Ik zag mevrouw Simons van Bijeen en ik zag ook mevrouw Westerveld van GroenLinks. En hier in de zaal komt ook nog binnen de heer Seder van de ChristenUnie. U hoort het, er zijn veel leden vertegenwoordigd. Ik ga proberen iedereen aan het woord te laten en ik hoop dat iedereen daar zoveel mogelijk ook aan mee wil werken. Dan geef ik graag het woord aan u, mevrouw Nooitmeer. Voor uw eerste woorden aan ons als commissie. Dank u wel, geachte voorzitter, Kamerleden. Allereerst wens ik u toch het mag niet, maar ik neem de vrijheid om je de beste wensen voor 2022 te geven van deze kant. En dank voor de gelegenheid om vandaag het woord tot u te richten. In de uitnodiging viel mij op dat het NINSEE ingedeeld is bij het blok van de historici. Het is absoluut begrijpelijk, immers met onze core business, de nationale herdenking, transatlantisch slavernijverleden, dat dit jaar voor de 20e keer zal plaatsvinden, zoomt het NINSEE natuurlijk nadrukkelijk in op de transatlantische slavernijgeschiedenis. We staan daarbij op 1 juli intens stil bij de afschaffing van de slavernij, een op onderdrukking en winstbejag gebaseerd systeem ingericht in Suriname en het Caribisch deel van Nederland. Maar voor de overige 364 dagen in het jaar richt het NINSEE zich intensief op het agenderen van de doorwerking van het slavernijverleden. En dat is de opdracht geweest bij de start van het NINSEE. Dat is de traditie waar het NINSEE uit voortkomt. Een traditie
die begonnen is tijdens de slavernij en met het uitkomen van het boek Wij slaven van Suriname door Anton de Kom op papiergestalte kreeg en nog steeds zijn waarde heeft. We zijn dus al ruim 88 jaar bezig. Aandacht voor de doorwerking leidt tot het zo broodnodige ingrijpen in machtsstructuren die voortkomen uit dit slavernijverleden. En daarbij bedoelen wij het institutioneel racisme dat voortvloeit uit dit verleden. En wij vinden dat educatie daarbij een belangrijk middel is. Wij doen daarom ook een oproep aan de Kamer. En de oproep is om dan ook die beleidsmaatregelen te blijven aandragen die bijdragen aan het opheffen van uitsluitingsmechanismen. Kennis verkrijgen over de Nederlandse slavernijgeschiedenis is essentieel. Maar wat het Lindsay betreft is enerzijds een herijking, oftewel decolonisatie, van de slavernijgeschiedenis op zijn plaats. En anderzijds is het belangrijk om de feiten goed over het voetlicht te brengen. De toevoeging van de voorwaarden van aanwezigheid van de zwarte lens, de zwarte perspectieven bij onderzoeken naar het Nederlands slavernijverleden, is wat ons betreft echt gewenst. Ook daarvoor doet het Lindsay een beroep op de Kamer. Ik ga alleen maar oproepen doen aan de Kamer, want u heeft ons stuk al gelezen. En daarbij wil ik nog iets aanstippen. De voorloper van de huidige Staten-Generaal heeft een cruciale rol gehad in de inrichting van het systeem van slavernij, zowel bij de start als bij de afschaffing daarvan. En het Lindsay heeft onderzoek gedaan naar het debat over de afschaffing van de slavernij in het Caribisch deel van Nederland en Suriname en zal dit jaar het onderzoeksrapport Waarom vrijheid niet wachten kon ook officieel overhandigen aan de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Bergkamp. Het zou een mooie gelegenheid zijn om daarna met de Kamer verder over door te praten. Het zal u niet ontgaan zijn dat wij in een tijd leven waarin in navolging van het collegebestuur van Amsterdam in verschillende gemeenten onderzoek gedaan wordt naar het slavernijverleden. Met het voornemen om excuses te maken voor het aandeel van de betreffende gemeenten in de slavernij. Wij hebben al 20 jaar geleden aangegeven dat excuses op nationaal niveau recht zullen doen aan hetgeen we onderdeel zien van de erkenning voor het slavernijverleden. En ook op dit punt trekken we graag op met de Kamer in de lobby richting het kabinet. Ik denk dat we met z'n allen nu zover zijn dat we niet meer praten over het waarom van excuses, maar dat met de kennis van nu, die toch jarenlang onder de oppervlakte gebleven is, we niet anders kunnen concluderen dat excuses op zijn plaats zijn. Tot slot denk ik dat het goed is om te memoreren dat vanmorgen was ik bij Radio 1 of NBO 1. Ging het ook over de noodzaak, kennis over het slavernijverleden, excuses. En er werden heel veel opmerkingen online gemaakt over is dat nou nodig? Dat moeten we niet meer willen doen. Ook in deze Kamer zou ik graag een oproep willen doen dat op nationaal niveau excuses gemaakt moeten worden. Dat we niet de burger daar onderdeel van de discussie maken. Ik denk niet dat het een discussie hoeft te zijn. Maar dat wij met elkaar ervoor ijveren dat op nationaal niveau verantwoordelijkheid genomen wordt. En dat de excuses er ook gewoon komen. Het is de enige manier om te komen tot erkenning van dit slavernijverleden. Na de excuses kan er niet anders zijn dan richting naar het herstel, om uiteindelijk met elkaar toch te komen tot de heilzame verwerking van dit verleden die ons allen met elkaar bindt. Dank u wel. U ook hartelijk bedankt. Voordat ik het woord geef aan mevrouw Doek van het Nationaal Archief, zou ik graag willen melden dat
omissie van mijn kant, maar niet zichtbaar voor mij, ook aanwezig zijn via de digitale snelweg. Mevrouw van den Berg van het CDA en de heer Van Baarle van DENK. Mevrouw Doek, het woord is aan u. Hartelijk dank, voorzitter, beste Kamerleden. Mevrouw Nooitmeer zei het net al even over de indeling in historici. Ook ik zit hier als directeur van het Nationaal Archief en als algemene Rijksarchivaris. En ik wil deze paar minuten graag benutten om aandacht te vragen voor de rol van de omgang met koloniale archieven in de omgang met het slavernijverleden. Het verhaal van het verleden is bepalend met hoe we er mee omgaan. En dat verhaal is veelal gebaseerd op de bronnen die er zijn en de perspectieven die daarin dominant zijn. Lange tijd zijn archieven als neutraal en onpartijdig beschouwd als bronnen van waarheid. Maar dit beeld wordt sinds langere tijd ter discussie gesteld en dat is terecht. De dominante perspectieven in de archieven zijn de perspectieven van de macht op dat moment. En dit geldt zeker voor de archieven die bij het Nationaal Archief liggen. Het is namelijk het perspectief van de Rijksoverheid van nu en in het verleden. En zo zijn ook die koloniale verhoudingen gereproduceerd in de archieven zelf. En deze machtsverhoudingen worden nogmaals gereproduceerd bij het gebruik maken van de toegangen tot die archieven. Want die zijn vaak ook gemaakt in de tijd dat de archieven werden gecreëerd. En de perspectieven van degenen die gekoloniseerd zijn, zijn daarin veel minder vertegenwoordigd of niet vertegenwoordigd en zijn moeilijk te vinden en daarmee vaak onderbenut in wetenschappelijk onderzoek en journalistiek schrijven. En daarmee worden ze ook niet gebruikt om de geschiedenis te verklaren en een meerstemmig beeld te geven van voormalige samenleving of het verleden. Ik denk dat het noodzakelijk is om ons hiervan te bewust te zijn bij de omgang met koloniale archieven. Dit betekent niet dat er iets gerepareerd kan worden aan de informatie die in de archieven ligt. Dat was een keuze van toen wat er bewaard is of niet bewaard. En die keuze kan niet meer ongedaan worden. Archieven zijn niet verantwoordelijk voor het narratief wat in de documenten zelf aanwezig is. Maar wel voor het raamwerk waarmee archieven worden beschreven en geordend en beschikbaar gesteld. Want het gaat erom welke termen wij aan de archieven geven bij het maken van beschrijvingen. Op welke aspecten uit de informatie wordt de schijnwerper gezet. Wat wordt er verdonkere maand bij het toekennen van metadata. In welke taal zijn de archieven beschreven. En daarom zullen er in de archieven ook in die omgang de verantwoordelijkheid genomen moeten worden voor het decoloniseren van de archieven. Het ontmantelen van die bestaande kennisstructuren. Omdat die ook in stand worden gehouden als je niks doet aan de manier waarop de archieven toegankelijk zijn. Er is een debat gaande in het archievenveld hierover. En er worden gesprekken gevoerd met diverse communities om te kijken naar de opties om die kennisinfrastructuren te transformeren. Zodat er ook daadwerkelijk een meerstemmig verhaal kan zijn over het gedeelde verleden. En dat draagt volgens mij bij aan een andere omgang met het slavernijverleden dan tot nu toe. Dank jullie wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Assayas van de Black Archives. En mevrouw Doek, als u uw microfoon wil uitzetten, dan gaat de camera naar de spreker. Ja. Nou, dank voor de uitnodiging. Mijn naam is inderdaad Mitchell Esaias. Ik ben medeoprichter van de Black Archives. En de Black Archives is een archief, een community archief, in tegenstelling tot het staatsarchief van mijn collega hiernaast. Dat is ontstaan vanuit de behoefte vanuit zwarte gemeenschappen. Die vonden dat dit onderdeel van de geschiedenis dat we vandaag bespreken veel te weinig aandacht kreeg. En je zou kunnen stellen dat die stilte rondom dit verleden toch wel is doorbroken de afgelopen jaren. Het feit dat we hier zitten, de debatten die er worden gevoerd, excuses die zijn gemaakt in Amsterdam en Rotterdam. Het Rijksmuseum dat de expositie over slavernij heeft gemaakt, toont aan dat er vooruitgang is geboekt in het maatschappelijk debat rondom dit gevoelige onderwerp. Maar we zijn er nog niet. Waar wij voor pleiten
is dat het een heel logisch gevolg zou zijn en een noodzakelijke stap dat ook de Nederlandse overheid, de Nederlandse staat, excuses maakt voor haar rol in het systeem van de slavernij. En dat vervolgens ook wordt nagedacht en beleid wordt gevormd om de onrechtvaardigheid en de systematische ongelijkheid dat daaruit voorkomt te herstellen. De laatste keer dat ik hier was, was op 21 juli. Toen heb ik aan een aantal van u samen met collega's een petitie overhandigd. Afgelopen zomer heb ik namens de Black Archive samen met Phoenix en Nederland Wordt Beter een petitie opgezet om van 1 juli een nationale vrije dag te maken. Om ook een nationale herdenking hiervan te maken en voor nationale excuses. En binnen een aantal dagen hadden we meer dan 60.000 handtekeningen van allerlei soorten mensen, jong, oud, zwart, wit, alles ertussenin. En dat laat zien dat dat draagvlak binnen de samenleving groeit. Mevrouw Nooit Meer noemde het zojuist al. Het onderzoek dat in opdracht van het NINSA is gedaan, waarom vrijheid niet kon wachten. Nou, het ligt al een tijdje op de plank vanwege de formatie dat even duurde. Maar als het goed is, wordt het dus binnenkort overhandigd. En ik heb daar een bijdrage aan mogen leveren. En wat heel opvallend was aan het onderzoek, was inderdaad zoals u aangaf dat het heel makkelijk was om bronnen te vinden over de debat over de afschaffing van de slavernij vanuit het perspectief van de parlementariërs. Maar als je zou willen weten hoe slaafgemaakten er zelf over nadachten, was het vrijwel niet te doen. Die zijn nooit verzameld omdat ze niet als mens werden gezien. Nou, één document dat ik graag even wil toelichten, en ik weet dat ik niet veel tijd heb, dus ik ga het kort. Maar dat is deze wisselbrief. En die wisselbrief reflecteert in mijn ogen waarom de Nederlandse staat en de Kamer een hele belangrijke verantwoordelijkheid draagt om excuses te maken. Zoals velen van jullie weten, heeft er een debat plaatsgevonden of de slavernij of niet moest worden afgeschaft. En een van de conclusies was dat het wel moest worden afgeschaft, maar onder de voorwaarde dat niet tot slaafgemaakte mensen die jarenlang worden uitgebuit, maar juist plantage-eigenaren een vorm van compensatie ofwel omgekeerde herstelbetalingen moesten krijgen. En op deze wisselbrief zie je dus hoeveel geld zo'n plantage-eigenaar kreeg. Deze meneer Hugh Wright die kreeg 60.000 gulden. Dat is een behoorlijke smak geld. En wat dat laat zien is die systematische ongelijkheid. Dat dus met de afschaffing van de slavernij niet werd afgeschaft, maar eigenlijk werd versterkt. Want ook de slavenmaakten of de vrijgemaakten bleven met lege handen over. Daarnaast zien we dat in de huidige samenleving de erfenis van die slavernij nog steeds zichtbaar is. In de vorm van anti-zwart racisme, institutioneel racisme. We zien het in bepaalde nationale tradities. Nou, ik denk dat u weet wat ik bedoel. Maar ook in alledaagse racisme, in het onderwijs waarbij zwarte jongeren worden geconfronteerd met stereotype beelden, onderadvisering op de arbeidsmarkt door middel van negatieve vooroordelen waardoor mensen moeilijker aan een baan krijgen. En zo kan ik nog heel lang doorgaan. Dit was denk ik dan ook de reden dat er in juni 2020 tienduizenden mensen de straat op gingen in elke provincie van het land met de Black Lives Matter protesten. Dus het laat zien dat er een enorme noodzaak is om dit onderwerp bespreekbaar te maken, om dit verleden nu eens recht in de ogen aan te kijken en recht te doen daaraan. Een ander voorbeeld daarvan. Ik ga zo afronden. Dan ga ik afronden met een oproep om een blik te werpen op het Zwart Manifest. Naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten, de anti-Zwarte Piet beweging van de afgelopen jaren, heb ik gezamenlijk met een aantal individuen en zwarte organisaties het initiatief genomen om een manifest te maken. En in het Zwart Manifest staan hele concrete voorstellen, beleidsmaatregelen en ideeën om die verschillende vormen van ongelijkheid in de samenleving
aan te pakken, aan te kaarten. Racisme is een veelkoppig monster, dus het moet ook op verschillende manieren worden aangepakt. En als het aan mij ligt, als we het hebben over slavernij, moeten we het ook hebben over de erfenis in het heden en hoe we dat kunnen aanpakken. En dat kunt u dus vinden in het manifest via zwartmanifest.nl. Ik kan het opsturen naar een ieder. En de position paper heb ik pas vanochtend kunnen opsturen. Daar kunt u onze concrete aanbevelingen in terugvinden. Dank u wel. Hartelijk dank. Ik ga via de digitale snelweg, kijk ik de heer Brendan aan van de International Institute of Social History. Ook voor u korte bijdrage ter introductie, zodat we daarna de 12 fracties die vertegenwoordigd zijn in dit rondetafelgesprek de kans kunnen geven u ook nog een vraag te stellen. En we hebben niet zo heel lang de tijd. Dus ik ga snel naar u over. De heer Brendan, alsjeblieft. Als u uw microfoon openzet en u gaat praten, dan zien wij u vanzelf. Dag, voorzitter. Ik hoop dat ik goed verstaanbaar ben voor u. Geachte leden van de Tweede Kamer, als eerste kort als antwoord op uw concrete vraag. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het instituut waar ik verbonden ben in goed Nederland. En daarnaast ben ik werkzaam aan de Vrije Universiteit. Geschiedschrijving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het soms verhitte debat over slavernij en het koloniaal verleden. Het kan geen concrete antwoorden geven op de vraag wat we hier en nu met dit verleden moeten doen. Maar wat het wel kan doen is een referentiepunt bieden in dat gesprek. En dat referentiepunt is in de afgelopen 10 jaar door voorgang van onderzoek, denk ik, ingrijpend verschoven. Heel erg lang was er in de Nederlandse geschiedschrijving een trend om dat slavernijverleden min of meer te bagatelliseren als relatief onbelangrijk voor de Nederlandse economie, voor de vorming van de Nederlandse samenleving. Eigenlijk als een soort van, nou ja goed, weliswaar als een tragische zwarte bladzijde, maar ook als een zwarte bladzijde die kan worden omgeslagen en dan hebben wij de rest van dat grote boek. Die houding is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zelf ben ik bij dat proces betrokken geweest als onderzoeker onder andere naar de economische betekenis van de slavernij, waar we concluderen dat die veel groter was dan voorheen altijd is gedacht. En als coördinator van het onderzoeksproject van de stad Amsterdam, dat diende als aanloop naar de onlangs gemaakte formele excuses voor de rol van het Amsterdamse stadsbestuur in het verleden, in dat slavernijverleden. Maar dat onderzoek is veel breder en dat levert ons fundamentele nieuwe inzichten op terreinen als het gewicht van slavernijgerelateerde activiteiten binnen de Nederlandse economie en samenleving. Het grote belang van slavernij, niet alleen maar in de Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied, maar ook in Azië, onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie, voorheen een vaak vergeten onderwerp. Een gewicht dat zeker niet alleen maar economisch of politiek van aard was. Er wordt tegenwoordig grondig nagedacht over de invloed van slavernij op het Nederlandse denken in de 17e, de 18e, de 19e eeuw en daar voorbij. Denken over belangrijke thema's als vrijheid, als ras, bekende namen uit de Nederlandse geschiedenis, van Hugo de Groot tot Barlaeus, spraken over slavernij en droegen bij aan de rechtvaardiging van slavernij. Slavernij komt terug in de Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw en in andere belangrijke uitingen van de Nederlandse cultuur. Op al die terreinen kan je zeggen, is er sprake van een vloedgolf van nieuw onderzoek. En die vloedgolf wordt voor een deel ook gedreven door de roep om maatschappelijke erkenning. De vraag om maatschappelijke erkenning en het publieke debat wordt soms wel eens gepresenteerd als lijnrecht tegenover dat wetenschappelijke onderzoek staat. Maar in mijn ogen vullen die twee elkaar
aan. Maar dat wil niet zeggen dat wetenschappelijk onderzoek hier niet een hele duidelijke, zelfstandige rol in heeft. Die rol, en daarmee sluit ik af en kom ik terug op wat ik aan het begin zei, ligt denk ik niet in het geven van hapklare antwoorden over wat dan een goede erkenning van dat verleden betekent. Dat is voor een hele belangrijke rol, een vraag die niet gaat over het verleden, maar een vraag over het hier en nu. Wat voor soort van samenleving willen we zijn? Een vraag die voor een belangrijk deel is ook op uw terrein als Kamerleden ligt. Maar historische inzichten kunnen daar, zoals gezegd, wel een bijdrage aan leveren. Op welke terreinen, denk ik dan, liggen de grote uitdagingen? Een betere vertaling van die bestaande inzichten over slavernij naar het zelfbeeld. Wie zijn wij dan als Nederlandse samenleving en waar komen we vandaan? Een langdurige en niet simpelweg een ad hoc benadering van dat onderzoek. Niet alleen maar gedreven door de wil om, laten we zeggen, binnen een jaar hier aandacht aan te besteden. Maar door de wil om permanente aandacht te hebben voor dit verleden. En ook de heikele vragen die dit oproept over de relatie tussen dat verleden en het heden beter te beantwoorden. En ik denk dat als we dat doen, we ook zouden kunnen komen naar een veel volwassener omgang met dat verleden. Niet alleen in de wetenschap, maar ook in het maatschappelijk debat. Daar wil ik het bijna. Heel fijn, hartelijk dank. Dan ga ik voor de eerste vraag in deze ronde naar mevrouw Belhaai. En ik wou het als volgt willen doen. U kunt één vraag stellen aan één deelnemer en de formulering alsjeblieft kort. Zodat we kunnen proberen om alle leden die aanwezig zijn een vraag te laten stellen. En ik begrijp heel erg goed dat u veel meer vragen zou willen stellen en dat er wellicht ook debat nodig is. Maar dat debat gaan wij nog met elkaar aan als Kamercommissie. Dat is helaas uitgesteld als het gaat over racisme en discriminatie. Maar dat gaat allemaal nog opnieuw ingepland worden. En zeker ook nog over het slavernijverleden gaan we ook nog een debat voeren. Dus laten we het debat buiten beschouwing laten. Maar het gaat om ophelderende vragen. En een rondetafelgesprek kenmerkt zich ertoe dat de leden die zijn uitgenodigd, de gasten die zijn uitgenodigd, wel op elkaar kunnen reageren als er mogelijk sprake is van aanvullingen. Daarvoor zou ik graag wel gelegenheid willen bieden. Met inachtneming dat er 12 leden zijn die graag een vraag zouden willen stellen. Dus mevrouw Belhaai, voor u. Als eerste. Ja, voorzitter, dank. En als een van de initiatoren wilde ik eigenlijk meegeven dat toen we dit organiseerden, ik me niet realiseerde dat dit gesprek eigenlijk nooit eerder heeft plaatsgevonden. En dat ik dat aan de ene kant heel verdrietig vind en tegelijkertijd heel blij ben. En ook de hoeveelheid collega's die er zijn, dat vandaag dat gesprek wel is begonnen tussen politiek en al diegenen die hier zich jarenlang voor inzetten. En voorzitter, zag ik in een brief dat de organisatoren van de dialoog in het Caribisch deel van ons Koninkrijk ons hebben meegegeven dat ze betreuren dat er door onze commissie geen vertegenwoordigers namens hen zijn uitgenodigd. Dat vind ik erg spijtig. Je probeert altijd iedereen uit te nodigen. Ik heb meerdere reacties gehad van mensen die zeiden, maar ik ben niet uitgenodigd. Ik wil dan ook meegeven, excuses, maar we gaan gewoon zorgen dat er nog een keer, ik zie de griffier al kijken, wat mij betreft, nog een bijeenkomst organiseren. Want ik denk dat dit niet de enige zal zijn waar we dat gesprek voeren. En dat is altijd vervelend, vooral bij deze onderwerpen als mensen zich buitengesloten voelen. Dus dat gaan we goed maken. Ik heb eigenlijk maar één vraag. En die vraag gaat over hoe, natuurlijk het liefst, voorzitter, heeft u één vraag dan aan mevrouw Nancy van de Nancy-organisatie, mevrouw Nooit Meer. Hoe zij denkt dat we heel veel Nederlanders die er eigenlijk heel weinig van af weten kunnen betrekken en kunnen overtuigen om het excuses van het slavernijverleden te gaan bewerkstelligen. Ja. Wij hebben, kijk, wij realiseren ons als NINSEE dat je met elkaar, iedereen die actief met het thema bezig is, ook in een bubbel leeft. En dat het ook gewoon heel goed is om het land in te gaan, ook naar hen die nog niet in dat proces zitten. Wij hebben de afgelopen anderhalf jaar geïnvesteerd in op lokaal niveau opzetten van herdenkingscomité's die zich richten op educatie over het slavernijverleden, het organiseren van de herdenkingen, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En die ook op lokaal niveau
de kennis overbrengen. En heb ik dus echt over dus, gemeenten in Arnhem, Tilburg, Zwolle, Amersfoort, Zaanstad, Utrecht, Tilburg, zei ik volgens mij al, Groningen, Middelburg. En er komen nog vier comité's aan die in ieder geval op lokaal niveau en sommige op provinciaal niveau de kennis overbrengen. Want uiteindelijk is onze wens dat iedereen op fietsafstand naar een herdenking kan. Dat vanuit via het lokale bestuur kennis wordt overgedragen. In de huiskamer van de gemeentes het gesprek gevoerd kan worden. En ik geloof heel erg in het gesprek, dialoog, hoe je dat ook wil noemen. Mensen informeren. En uiteindelijk, wat wij zien in de praktijk, is dat heel langzaam het kwartje gewoon valt. En ik ben al blij als je met elkaar in ieder geval een constructief gesprek kunt voeren over dit verleden. Het mag niet 10 jaar duren wat mij betreft, want ik zeg, we zijn eigenlijk al 88 jaar bezig. NINSEE 20 jaar. Maar dat is wat mij betreft de manier. En ik geloof ook in leiderschap. Ik vind dat lokale besturen, maar ook nationaal, dat leiderschap moeten laten zien. Het maakt heel wat uit of een minister-president aangeeft dat er sprake is van systemisch racisme, of dat alleen op lokaal niveau over systemisch racisme wordt gesproken. Het maakt wat uit als een lokaal bestuurder excuses maakt voor het aandeel van het gemeentebestuur in de slavernij, dan dat wij alleen als NINSEE daar een rol in spelen. Dus dat leiderschap, dat is wat mij betreft het toverwoord van de komende jaren. 2023 is een jubileumjaar. Dan herdenken wij 150 jaar afschaffing slavernij sinds 1873. Daarvoor was het nog 10 jaar staatsverzicht vanaf 1863. En het zou mooi zijn als we overal in het land dat leiderschap ook gewoon terugzien. Ik denk dat dat een goede eerste stap is. Dank u wel, mevrouw Koekoek-Volt. Dank u wel. Ik heb een vraag die ik denk ik best kan stellen aan mevrouw Nooit meer. Omdat ik in de reader las dat er werd gesproken over de erfenis van transatlantische slavernij. En mijn vraag, want dat is een vraag die ik wat vaker terughoor, is in welke opzichten verschilde dat nou van andere vormen van slavernij? Ook omdat het vaak genoemd wordt als van ja, maar goed, er waren meer mensen en er waren meer gebieden. En ik vroeg me dus af van in hoeverre zie je vandaag de dag nog waar de verschillen zitten? En ook op welke manier dat dan gerechtvaardigd werd? Of je daar nog iets nader op in kunt gaan? Dat klopt. Er is altijd sprake geweest van slavernij. Slavernij is zo oud als de mensheid zelf. Wat heel specifiek is voor de transatlantische slavernij, is dat we het echt hebben over chattel slavery. Dus echt het dehumaniseren van mensen. Terugbrengen tot tot producten, tot goederen. Waarbij ze eigenlijk alles wat hun waardigheid, hun menselijke waardigheid bepaalt, en is afgenomen. En het is ook niet, weet je, op internationaal niveau is men daar al van doordrongen. In 2001 werd door de Verenigde Naties op een internationale wereldconferentie tegen racisme de transatlantische slavernij en slavenhandel aangemerkt als misdaad tegen de menselijkheid. Dat is niet voor niks. In 2013 werd de Decade for People of African Descent uitgeroepen, die lidstaten opriep om specifiek aandacht te hebben voor de positie van mensen met Afrikaanse roots wereldwijd. En in 2019 heeft het Europese parlement een resolutie aangenomen waarbij ze aandacht vraagt voor anti-zwart racisme. Dus in de wereld is men zich heel erg bewust van de marginale positie van mensen met Afrikaanse roots. Een traditie die ontstaan is in de tijden waarin de kerk een belangrijke maatschappelijke rol had. We zijn nu ook in gesprek met name de protestantse kerken, die een onderzoek gaan doen naar de rol van de kerk in de slavernij. Die beelden zijn toen ontstaan. Onze universiteiten zijn op die grondslagen gebouwd. En dat zegt iets over de impact van het slavernijverleden, de beelden die toen ontstaan zijn. En het is dan ook helemaal niet gek als je als land een geschiedenis hebt van 400 jaar slavernijverleden, dat je daar op de een of andere manier in je culturele archief door bent beïnvloed.
Mevrouw van der Plas, BBB. Ja, sorry. Ja, het is een heel belangrijk onderwerp en het is ook een heel gevoelig onderwerp. En de vragen die ik stel zouden misschien opgevat kunnen worden als... Ja, weet je, ze heeft er geen verstand van. Daarom zit ik hier. Ik snap ook dat als er, want dat wil ik wel even gezegd hebben... als je bepaalde vragen stelt, dan polariseert vaak ook het debat, hè, over en weer. Ja, kijk, wat mijn vraag is... als we het hebben over bijvoorbeeld een nationale vrije dag... hè, of een nationale herdenking... over de afschaffing van de slavernij bijvoorbeeld... terwijl er ook heel veel moderne slavernij nog plaatsvindt... Hè, ook in Nederland met arbeidsmigranten. Maar ook in het buitenland. Hè, in Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Ja, sorry, ik zal iets korter zijn. Hoe staat, en de vraag is eigenlijk voor mevrouw Nooitmeer en de heer Isaias, denk ik. Hoe staat u er dan tegenover dat we zeg maar, de afschaffing van de slavernij niet alleen herdenken... maar daar ook aan koppelen de moderne slavernij. Want slavernij is natuurlijk niet afgeschaft. Die slavernij is afgeschaft, maar er is nog steeds slavernij. Of zegt u, nee, wij willen echt een nationale herdenking voor op dit punt? Ik ben niet kwalijk. Die vraag mag je zeker stellen. Ik denk dat de meerwaarden van nationaal herdenken van de afschaffing van de slavernij... zit ook in het besef dat wij ook met elkaar herdenken... dat een proces, een systeem waarin de mensenrechten geschonden werden... al in de vroegste beginjaren van het ontstaan van Nederland... dat we daar aandacht voor hebben... En dat de basis van, dat is nou echt een uiting, die tijd is een uiting van hoe de ene persoon macht uitoefent over de ander. Dus, en dit gaat specifiek over mensen met Afrikaanse roots, waarvan wij nu ook, als we het hebben over, ik denk dat we met elkaar eens zijn dat institutioneel racisme, antizwarte racisme, geen verzinsel is. Dat we die specifiek kunnen aantonen. En dat is de reden waarom ik het belangrijk vind als voorzitter van het NINSEE... dat er specifiek aandacht is voor de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ik zeg ook, het gaat ons niet alleen om die ene dag. Het gaat ons ook heel erg om het bestrijden van de effecten van de doorwerking van, van het slavernijverleden. En ik denk dat dat besef dat in een beschaafd land als Nederland... met een rijke geschiedenis, er een periode geweest is... waarin mensen met de Bijbel in de hand onderdrukt zijn. En met name mensen met Afrikaanse roots. Maar natuurlijk ook mensen in het voormalig Nederlands-Indië. Maar natuurlijk ook in de Molukken. Noem maar op. Maar specifiek aandacht voor antizwart racisme. Dat kan niet anders door ook op 1 juli aandacht te hebben voor de... afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van Nederland. En ik denk dat meneer Isaias nog een hele mooie aanvulling daarop kan hebben. Ja, eigenlijk heeft u het al heel goed verwoord. Het sluit ook aan op de vorige vraag. Van wat is het verschil tussen transatlantische slavernij en moderne slavernij? En wat ik zelf nog zou willen onderstrepen is het aspect van dehumanisering op basis van ras... zoals mevrouw Nooitmeer zei, zag je heel duidelijk in die transatlantische slavernij... dat mensen voor het eerst in de geschiedenis er een heel politiek, economisch en cultureel systeem is opgezet... waar mensen puur op basis van hun huidskleur en het idee dat ze minderwaardige wezens waren... als vee konden worden verhandeld. En dat is fundamenteel anders dan bepaalde vormen van moderne slavernij. Iemand die nu wordt uitgebuit in een sweatshop... ergens in een ander land op deze wereld... kan in theorie nog die positie ontstijgen. Als die persoon bijvoorbeeld een beter inkomen weet te vergaren... op wat voor manier dan ook... Maar in die periode zag je dat mensen puur op basis van hun huiskleur, hun ras, gedoemd waren om in die positie te blijven.
En dat is een systeem dat honderden jaren lang heeft plaatsgevonden, waardoor we nog steeds de effecten daarvan zien in het heden. En wij denken dat als je daar goed bij stilstaat en beseft wat de impact daarvan is en de betekenis daarvan is in de geschiedenis, maar ook voor het heden, dat je ook automatisch beter gaat nadenken over wat dat, wat de consequenties zijn voor de huidige samenleving en wereld waar we in leven. En daarnaast denk ik ook dat het van belang is om juist bij deze specifieke vorm van slavernij stil te staan, zodat we ook onszelf in de ogen kunnen aankijken, in de spiegel kunnen aankijken. Want vaak wordt moderne slavernij en andere vormen van ongelijkheid gebruikt om te kunnen bagatelliseren. Van nou ja, kijk wat ze nu in Saudi-Arabië doen. Kijk wat ze nu in de sweatshops in India doen. Iedereen doet het toch? Maar, ik wil niet zeggen dat u dat zegt, maar ik denk dat het van belang is dat men in Nederland gaat stilstaan en gaat beseffen dat juist in een land wat zichzelf erg profileert voor op het gebied van vrijheid van meningsuiting, openheid, gelijkheid en tolerantie, dat je echt stilstaat bij, oké, wat hebben wij gedaan in het verleden? Wat is de impact daarvan in het heden? En hoe kunnen we dat nu zelf verbeteren? In plaats van alleen kijken naar wat anderen doen. Dank u wel. We hadden een blokindeling zoals degenen die dit hebben georganiseerd hadden bedacht in de geschiedenis, de doorwerking in het heden en dan uiteindelijk erkenning, excuses, herstel. Ik snap heel goed dat dat door elkaar gaat lopen, want het is eigenlijk niet te knippen. Dit geeft mij een moeilijkere rol als voorzitter om iedereen aan het woord te laten. Ik wil proberen dat we terug toch vallen op geschiedenis, historici, voor zover dat kan. Zonder iemand te willen beperken, ook zeker de gasten niet. Mevrouw Katman, Partij van de Arbeid. Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Doek. U gaf aan van eigenlijk het archief is het archief, kunnen we niet meer repareren, want zo is het nou eenmaal ooit opgeslagen. Maar het gaat nu natuurlijk dat we alles op alles zetten om de duiding van het archief in ieder geval beter te krijgen. Welke rol ziet u daarvoor weggelegd voor de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racismebestrijding? Dat vind ik een ingewikkelde vraag. Wat voor diegene is weggelegd, die rol. Ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat het zo is. Dat wat er in de archieven is, dat dat een gegeven is. Maar dat het gaat om hoe je ermee omgaat en hoe je het meer toegankelijk maakt. Het zou helpen om dat bewustzijn en die erkenning voor dat eenzijdige perspectief, om daar het bewustzijn verder van te verspreiden. Om ook duidelijk te maken dat dit de grond is voor het eenzijdige perspectief van lange tijd. Zoals meneer Esaias ook al zei, is de laatste tijd zijn er veel meer perspectieven op dit verhaal gekomen. Dat is mooi, maar dat kan alleen nog maar beter. En om de toegang tot deze archieven en bronnen zo laagdrempelig en zo toegankelijk mogelijk te maken, zodat mensen ook het verhaal en de meerdere perspectieven kunnen ontdekken in de archieven. Ik weet niet of dat antwoord is op uw vraag. Sorry. Meneer Van Strien, VVD. Dat was bijna uitlokking, mevrouw Doek. Nee hoor. Meneer Van Strien. Dank u wel, voorzitter. Ik zal me ook netjes houden aan de indeling. Dus een vraag ook aan mevrouw Doek en gelieerd ook aan de heer Brandon. U stelde dat het heel mooi, bijna 2 miljoen documenten die rond de sloot zijn. Dus dat is prachtig. En u stelde ook dat er ook heel veel brieven in zitten afkomstig uit alle lagen van de bevolking. En een van de dingen die je vaak terughoort als het over de historie gaat, is dat het in die tijd helemaal niet bekend was wat slavernij was voor de gewone man en vrouw. Dat het vooral de elite was die daarmee bezig was. En de heer Brandon in zijn toelichting op zijn rapport schrijft ook dat slavernij niet alleen de elite verbonden was, maar ook de gewone man en vrouw. Terwijl mevrouw Oudzoorn in een interview zojuist zegt, ook toen waren niet de gewone mensen verantwoordelijk voor de slaverij, maar was het echt iets van de elite. Dus ik ben benieuwd of uit die archieven, wat voor beeld daaruit naar voren komt. Is het breed bekend bij alle lagen van de bevolking wat er gaande was op die plantages? Of was het toch echt iets, die kennis die was alleen bij de elite? Ik wil deze vraag graag doorschuiven aan mijn vorige collega Pepijn Brandon.
Ja, meneer Van Steen, die vraag die wordt mij vaker voorgelegd. U stelt eigenlijk twee vragen. Eén gaat over verantwoordelijkheid en één gaat over op de hoogte zijn van. En ik denk dat we daar ook een soort van gelage antwoorden over nodig hebben. Kijk, het is duidelijk dat als het gaat om de vormgeving van de slavernij, dat daar heel veel verschillende spelers bij betrokken waren, maar dat de eigenaren van grote plantages, de oprichters van de financieringsfondsen van die plantages, de organisatoren van de slavenhandel, leden van de toenmalige staatsgeneraal die hierover delibereerden, dat die een hele grote mate van verantwoordelijkheid hadden en zich wel degelijk heel goed op de hoogte lieten stellen van wat er dan gebeurde in die slavernij. En de grote meerderheid van de papieren in het Nationaal Archief reflecteren hun perspectief. Maar deze mensen waren natuurlijk niet de mensen die schepen naar de overkant van de wereld zeilden. Dus op een heel eenvoudig niveau, duizenden en duizenden, laten we maar zeggen, Nederlanders in deze periode voeren over de wereld en zagen met hun eigen ogen de praktijk in de slavernij. Speelden daar misschien ook wel een rol in als matroos op een slavenschip. Ook zij brachten kennis over de slavernij terug naar Nederland. Ze praten daarover in de kroegen aan de waterkant. Ze schepten er soms over op, maar ze protesteerden er ook soms tegen. We weten dat aan het einde van de 17e eeuw de Curaçaose gouverneur vond dat alle schepen die van Curaçao voeren grondig geïnspecteerd moesten worden, omdat er een aantal voorbeelden hem bekend waren van matrozen die in het ruim mensen hadden meegesmokkeld, slaafgemaakte mensen, hadden meegesmokkeld terug naar Amsterdam, omdat ze wisten dat ze in Amsterdam mogelijk hun vrijheid zouden kunnen krijgen. Mijn punt hier is dat je niet zo'n strikte scheiding kan maken. Ja, de elite was op de hoogte en de rest van de bevolking niet. Kennis over slavernij was echt, laten we zeggen, heel breed aanwezig in de samenleving. En dat loopt van brieven, correspondentie, tot aan populaire pamfletten, tot aan een preek in een kerk, tot aan de verhalen die mensen hoorden van matrozen die terugkwamen, of van hun familie die als panter naar de andere kant van de wereld reist. Dank u wel. Ik ga naar de heer Seder, die zit voor mij aan de overkant, maar wel hier in de zaal, voor een korte vraag. Ja, dank u wel. Fijn dat ik hier mag zijn en dat de deelnemers zijn aangeschoven. Ik heb een vraag in het verlengde hiervan. Met name in hoeverre de overheid in haar vorm destijds juridisch, dus met wetten, met regelingen, ook het slavernijhandel of het werk op de plantages of misschien de transacties die daaruit voortkwamen en de opbrengsten, in hoeverre wetgeving daarbij een rol heeft gespeeld. Dus ik vraag me even af of jullie daar iets over kunnen zeggen. Omdat het ook iets zegt over wat de rol van de overheid als het gaat om het juridisch faciliteren en mogelijk maken van dergelijke transacties. En ik weet niet aan wie ik de vraag zou moeten stellen. Iemand die er iets van weet, zou ik zeggen. Ja, en ik gaf u al het non-verbale signaal dat ik wilde dat ik kort was. Want ik zie dat ik zelf nog 7 minuten over heb voor de andere fracties die digitaal zijn. Dus dat is heel erg kort. Ik denk dat ik naar de heer Brannen moet gaan schakelen voor deze vraag. Ik weet het niet zeker. Ja, ik zal ook gezien de tijd dat het antwoord heel kort houden. Er is duidelijk een eigen verantwoordelijkheid van de overheid. Het moet dat even in twee delen splitsen. De overheid voor 1795 was een federaal georganiseerde overheid. Dus met heel veel autonomie voor stedelijke overheden en dergelijke. Ook in deze periode, de VOC, de West-Indische Compagnie, die bestonden bij gratis van octrooi van de Staten-Generaal. Alle wetgeving in koloniale context werd gemaakt en het beheer van de kolonie werd gedaan uit naam van de Staten-Generaal.
Daar zit een lokale dynamiek in, maar er is wel degelijk ook een zelfstandig gevoel daar voor de nationale overheid in die periode. Dat geldt natuurlijk helemaal voor de 19e eeuw, waarin Nederland een eenheidsstaat werd en koloniaal beleid. Het viel onder de kroon en naast de kroon zijn ministers en het parlement. En we vergeten wel eens dat het grootste deel van de 19e eeuw Nederland de slavernij in stand hield. Kort gezegd, ja, voor de hele periode is er een duidelijk zelfstandige rol voor de nationale overheid. Zeker. Ik ga met excuses naar de digitale snelweg. Niet nadat ik heb gezegd tegen de heer Seder dat wij toen wij een eenheidsstaat werden, niet voor niets, maar een paar ministeries hadden, waaronder Defensie, Koloniën en Financiën. En dat zegt ook heel veel over de staatsinrichting op dat moment. En de heer Essayas, u krijgt straks een slotwoord van mij. Daar ben ik van plan om iedereen nog even te geven. Maar ik weet ook dat er nog mensen zitten te trappelen via de digitale snelweg. En dan ga ik even, ik kan jullie niet allemaal zien, maar dan ga ik even op grootte van fractie als eerste kijken bij mevrouw Van Dijk van het CDA, welke vraag zij heeft voor wie. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Nooit meer. Ze schrijft in haar notitiecode: wat je niet kent, kun je ook niet herkennen. Ze schrijft ook doorwerken van slavernij, over het doorwerken van slavernij in het cultureel archief. Kan ze er iets meer over vertellen? Ook dit in relatie tot de opmerking van mevrouw Doek, dat het archief Rijksoverheid het perspectief van de macht heeft. Dank je wel. Ja, ik heb u... Sorry, ik kan u niet zo goed verstaan. Misschien is het gewoon mijn oor of zo, maar ik heb het niet goed verstaan. Neem me niet kwalijk. Zou u uw vraag willen herhalen? Uiteraard. In haar notitiequote schrijft ze: wat je niet kent, kun je ook niet herkennen. En er wordt ook geschreven over het doorwerken van slavernij in het kader van cultureel archief. Ik was benieuwd of ze daar iets meer over zou kunnen vertellen, ook in relatie tot de opmerking van mevrouw Doek, dat de archief van de Rijksoverheid het perspectief van de macht heeft. Ja, helder. Dank u wel. Kijk, het maakt natuurlijk wel uit met welke bril je bronnen bestudeert. Ik kan me nog herinneren dat het Mauritshuis een mooie expositie had over een aantal mooie schilderijen die zij in bezit hadden. En die vroegen een aantal curatoren, gastcuratoren, om te duiden wat zij op de schilderijen zagen. En het was heel erg bijzonder om te zien dat het echt uitmaakt met vanuit welke referentie de archieven beschouwt. Met welke referentie je naar een schilderij kijkt. Met welke referentie je de geschiedenis onderzoekt. En dat is ook de reden waarom wij aangeven ook de wens is van het NINSEE, ook als het gaat om archieven. Wij zijn in gesprek met name de protestantse kerken, zei ik al, die ook onderzoek willen doen naar de rol van de protestantse kerk in de slavernij. En daarbij hebben we ook aangegeven dat die zwarte lens, waarbij verschillende zwarte perspectieven over het voetlicht komen, meegenomen worden in, juist in het archiefonderzoek, essentieel is. Ik denk dat eigenlijk helder is wat ik bedoel. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Westerveld van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik zou graag een vraag willen stellen hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kennis die bij jullie aanwezig is, dat die ook door het hele land wordt verspreid. En misschien kan ik dat het beste aan mevrouw Doek vragen. Omdat ik zie dat bijvoorbeeld het Nationaal Archief zit in Den Haag. Ook heel veel andere discussies die spelen heel erg in de Randstad. En ik vind dat we ook in alle andere gemeenten in Nederland zou ook kennis van het slavernijverleden, maar ook voor anti-zwart racisme zou veel breder verspreid moeten worden. Dus wat kunnen wij doen om met jullie te zorgen dat het hele land gewoon kennis neemt van die grote problemen die er nou zijn en van de oplossingen die jullie voorstellen?
Het is wel een hele grote vraag die u stelt. Ik denk dat het belangrijk is om de bewustzijn van de perspectieven in het verhaal rondom het slavernijverleden en dat er meer stemmigheid in die verhalen moet komen. Dat het verhaal wat we kennen uit de boeken, dat dat niet het enige verhaal is en dat er ruimte moet zijn voor meerdere verhalen. En dat kan door allerlei tentoonstellingen, workshops, lespakketten, om ook juist die meerstemmigheid op te zoeken. Dat kan aan de hand van bronnenonderzoek in het Nationaal Archief, maar ook op vele andere manieren. Juist om de meerdere perspectieven te laten zien in dit verhaal. Dan ga ik naar mevrouw Van Essel, Partij voor de Dieren. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Brandon. In zijn position paper zie ik eigenlijk terugkomen dat, nou ja, dat langdurige onderzoeksagenda zo belangrijk is, maar dat er eigenlijk hele grote gaten in die kennis van het slavernijverleden zitten. En dat hebben we natuurlijk net ook met elkaar besproken. Ik ben wel benieuwd, wat zijn nou de echte grootste gaten in die kennis en die kennisachterstand die we op dit moment hebben? En hoe zorgen we er nou voor dat we die gaten dan proberen te dichten en ook op die manier dus bij te kunnen dragen aan die verdere belangrijke ontwikkeling die we op dit moment doormaken? Ja, ik denk dat voor een deel we nog steeds heel erg bezig zijn om, laten we zeggen, die lacunes in kaart te brengen. Maar dat er, dus ik, in zekere zin, ik geef hier mijn eigen lijstje. En als u deze vraag in de handen stelt, dan komen die met een andere, waarschijnlijk even urgente lijst. Ik denk dat het vraagstuk van de doorwerking heel belangrijk is. We constateren dat modern racisme op allerlei manieren wortels heeft in dat slavernijverleden. Hoe gaat dat dan dat proces van doorgeven? Tussen 1863, 1873 en vandaag de dag. Dat, daar is helemaal niet zo'n eenvoudig en eenduidig antwoord op te geven. En dat zou eindelijk een keer echt goed onderzocht moeten worden. En dat is in het verleden nauwelijks gedaan. Ook omdat, veel Nederlanders heel lang vonden, dat racisme eigenlijk niet zo'n Nederlands thema was. En gelukkig zijn we van die opvatting af, maar dat laat me dus nog een enorm gat in onze kennis. De verhouding tussen slavernij in de verschillende delen van het Nederlands koloniale imperium is een andere grote vraag. Het is één ding om te zeggen dat er heel veel slavernij was in voormalig Nederlands Indië onder de VOC. Wat had dat nou te maken met die grootschalige plantageslavernij in het Atlantisch gebied? Hoe beïnvloeden die twee elkaar? Hoe waren dat echt twee hele gescheiden werelden? Ook dat is een hele belangrijke vraag waar we eigenlijk nog heel weinig onderzoek naar hebben gedaan. Er is altijd relatief veel aandacht geweest voor de economische kant van het slavernijverleden. Nou, dat is toevallig een onderwerp waar ik mezelf ook mee bezig houd. Maar er is natuurlijk heel veel meer. En hoe slavernij dat denken beïnvloedde, nou, daarover staat het onderzoek eigenlijk in mijn ogen nog in de kinderschoenen. Dus dan noem ik hier een aantal grote thema's. Thema's die ook heel urgent zijn, omdat ze voor een deel gaan over patronen die we vandaag de dag nog kunnen herkennen. Dat denken gaat ook over de uitvinding van ras als ordeningsprincipe tussen mensen. Dus gaat er hele grote vragen. Omdat u zegt, er zijn zoveel gaten, dat ik denk, dan kunnen we daar nog heel lang over door. En ik probeer iedereen nog aan het woord te laten. Dank u wel. Wellicht kunt u dat ook mogelijk nog toevoegen per schrift. Want alle position papers die we hebben gekregen en mogelijk nog krijgen, die worden ook allemaal gebundeld. En die blijven voor ons beschikbaar als naslag en om te gebruiken voor debatten en andere gesprekken die we gaan voeren. Dan wil ik graag naar de heer Van Baarle van Denk. Als die er nog is, dan probeer ik dat later nog. Dan ga ik naar mevrouw Simons van Bijeen. Dank u voor het woord, voorzitter. En natuurlijk ook dank aan alle sprekers vandaag. In mijn vorige carrière als interviewer had ik een gouden stelregel. En dat was, bereid je heel goed voor, maar niet te goed. Want als je alles al weet, dan heb je zo weinig om naar te vragen. En gezien de samenstelling van de gasten hier en de korte tijd die we hebben, voorzitter, zal ik op dit moment geen vraag stellen. Ik heb er genoeg, maar ik probeer constructief mee te werken. Met uitzondering van één verzoek dat ik aan mevrouw nooit meer zou willen doen. Omdat ik haar ooit, en het is mij altijd bijgebleven, eens een prachtige
toelichting heb horen geven met betrekking tot haar achternaam. En het is wat persoonlijk, maar dat was in een openbare setting, dus daar durf ik er nu ook aan te refereren. Ik zou mevrouw nooit meer, het hoeft niet op dit moment, ik zet u een beetje voor het blok, mevrouw nooit meer. Het was zo'n krachtige getuigenis van hoe dat slavernijverleden nog doorleeft in het heden, dat ik toch de brutaliteit neem om dat verzoek te doen als het kort kan. En in het tweede blok zal ik verdere vragen stellen, voorzitter. Ik kijk naar mevrouw nooit meer. Ja, die schudt hoor. Of die knikt. Die wil antwoord geven. Ja, zeker. Dank mevrouw Simons. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het... ik heet Linda nooit meer. Dat weten we allemaal. De naam nooit meer is bedacht door... even kijken, 6 generaties geleden. Een van mijn voorouders van vaderskant. Die de slavernij zo een inbreuk vond op het leven van hem en zijn gezin en de nazaten, dat hij de naam nooit meer bedacht heeft in de zin van nooit meer slavernij. Na de afschaffing van de slavernij konden de tot slaafgemaakten, zeker in het binnenland van Suriname, hun eigen naam kiezen. En daar komt de naam nooit meer van. Als daad van verzet en het mee willen geven van het besef aan de nazaten, aan zijn nakomelingen, dat wij nooit meer tot slaafgemaakt mochten worden. Er zit wel een kanttekening aan, want de familie was veel groter. Maar de ambtenaar wilde niet dat de familie te groot zou zijn. Dus niet iedereen mocht nooit meer heten. Dus er is een ander deel van die familie die nimmer meer heet. Maar nooit. En dat geeft ook weer aan dat terwijl er verzet gepleegd wordt, je toch onderworpen bent aan de structuren op dat moment. Terwijl je verzet wil plegen, word je toch beknot. Dus nooit meer en nimmer meer. Dat zijn familieleden van elkaar. Dank voor de vraag, mevrouw Simons. Vond ik heel mooi. Dan komen wij bijna tot het einde van deze ronde. En ik kan u zeggen dat ik redelijk trots ben op onze eigen discipline. En zeker ook van de gasten dat wij op dit moment maar 6 minuten uitlopen. Maar niet voordat ik mijn vraag nog gesteld heb. En toch ga ik het doen. Want ik ben niet alleen voorzitter, maar ook onderdeel van mijn fractie. En ik zou graag de vraag willen stellen aan de heer Assaya vanuit de Black Archives. Mevrouw Doek zegt, de archieven zijn zoals ze zijn. Die zijn daarmee niet onafhankelijk, want reflectie van de macht. Tegelijkertijd heeft mevrouw Doek het over het decolonialiseren ervan. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe doe je dat nou precies zonder dat je zegt van... Want het archief is het archief, hè, we moeten een ander perspectief erop krijgen, we moeten het anders lezen, anders wegen, anders interpreteren. Maar hoe decoloniseer je dat nou? Doe je dat door het werk wat u heeft verricht samen met de anderen, met de Black Archives, om dat samen te voegen of om dat op een andere manier te meten? En zit daar ook nog een politieke rol in of zegt u, nou, daar kunnen wij als maatschappij prima zelf, bemoeit u zich er vooral niet mee als politiek? Ja, nee, we zitten hier in de Tweede Kamer, dus ik zit hier niet om te vertellen wat wij doen, maar vooral om een oproep te doen over wat jullie als Kamerleden en de regering kunnen en zouden moeten doen, vind ik. Maar in het kort, decolonisatie betekent dat je onder meer betekent dat je gewoon kritisch kijkt naar hoe machtsverhoudingen historisch zijn opgebouwd. En in de praktijk, als we kijken naar archieven, betekent dat op een andere manier, een meerstemmige manier, bijvoorbeeld kijken naar huidige archieven. Nou, om een heel kort voorbeeld te geven, dit is een wisselbrief. Nou ja, één manier van kijken hiernaar is dat je uitlegt waar het vandaan komt. We hebben toevallig eentje uit Curaçao, waar van de plantage Knip. In het Rijksmuseum hebben ze toevallig deze wisselbrief en dat is dan het enige wat er staat, plantage Knip. Kijk je vanuit een decoloniale manier ernaar, dan kan je ook zeggen van de plantage Knip was de plantage waar een van de grootste slavenopstanden heeft plaatsgevonden, de Tula-revolte. Dus als je alleen vanuit de blik van de machthebber kijkt, dan mis je dat helemaal. Kijk vanuit de andere blik ernaar, dan kan je die andere kant laten zien. En dan kan je bijvoorbeeld ook tegen koning Willem-Alexander zeggen, die vandaag nog zegt van ja, je moet niet met de blik van het heden naar het verleden kijken. Dan kan je zeggen van ook in het verleden was er al verzet. En mijn oproep, nou, is natuurlijk, lees het Zwart Manifest. Maar hoe kan de Kamer en de overheid dit stimuleren? Ja, door te investeren in educatie vanuit een meerstemmig en decoloniaal perspectief. Van lager onderwijs tot hoger onderwijs, in musea, de culturele sector en de erfgoedsector.
Dank u wel. Ik had nog gezegd dat ik iedereen de gelegenheid wilde geven om de laatste oproep te doen. Ik geloof dat de heer Staaier dat toch al wel een beetje heeft gedaan. Kijk met schuin oog hoor. Want als u nog meer als laatste oproep wilt doen, dan is daar absoluut de ruimte voor. En dan, als het niet hoeft, hoeft het niet. En anders dan wil ik... dus ik kijk even naar u. Wilt u nog een laatste uitbranden? Nee, ik heb eigenlijk niet heel veel toe te voegen. Ik hoop dat de position paper nog bekeken zal worden. En ik zie dat de komende sprekers het al zijn. En ik heb alle vertrouwen in dat zij een belangrijke bijdrage zullen leveren. Mevrouw Doek? Mevrouw Nooitmeer? Ja, nog één ding graag. In de bijdragen is ook gesproken over onderzoek dat gedaan moet worden naar de economische waarde van slavernij, ook voor de economie van Nederland, noem maar op. En het moet mij toch van het hart dat daar ondertussen toch wel een soort van waardeoordeel in zit. Waarden in de zin van als de economische waarde voor ons niet interessant genoeg is, dan betekent dat de slavernij niet zo erg was. Nou, of ja, het viel mee. En wat ik toch wel mee wil geven is dat men zich realiseert dat gedurende die 2,5 eeuw slavernij 600.000 mensen van Afrikaanse roots uit Afrika geronseld zijn. En met de afschaffing van de slavernij er in het heel Caribisch gebied en Suriname, of Caribisch deel van Nederland en Suriname, nog 60.000 waren. Dus dat wil zeggen dat met alle bevolkingsgroei die er was, het aantal tot slaafgemaakten duidelijk was geminimaliseerd. En dat zegt dus iets over de wreedheid van de slavernij. Dus al zou betekenen dat de economische waarde van de slavernij 0,0000001% geweest zal zijn in het kader van mensenrechten, in het kader van het mensen in hun waarde laten, was het niet oké. Okay. En dat is wel een oproep die ik wil doen. Dat vind ik altijd moeilijk met dat soort onderzoeken. Economische waarde, prima om uit te zoeken wat het betekent voor het BBP. Maar realiseer je wel dat het gaat om mensen. Max Nijman, de Surinaamse volkszanger, die zei altijd: Anomiti Miki Mi. Ik ben niet door dieren gemaakt, ik ben een mens. En dat is wel de gedachte die ik wil dat men bij zich houdt als het gaat over slavernij. Hartelijk dank. Ik kijk nog naar de heer Brenden of die nog iets tot slot zou willen zeggen. Ja, ik sluit me natuurlijk van harte aan bij de woorden van mevrouw Nooitmeer over dat economische vraagstuk. Ik gaf al aan dat ik denk dat dat in het verleden eigenlijk daar veel te veel gewicht aan is toegekend. Maar ook zelf met dit vraagstuk bezig. Voor een deel omdat het gebruikt werd als argument om te zeggen, nou ja, slavernij is wel erg, maar er werd niet zoveel aan verdiend. En mijn enige toevoeging hieraan vanuit dit onderzoek is ook het argument dat er niet veel aan verdiend werd, klopte eigenlijk ook niet. Hè? Want Nederlands verdiende daar wel degelijk op grote schaal aan. Maar goed, dat is een ondersteuning volgens mij van wat mevrouw Dina nooit meer met terecht opmerkt. En daarnaast heb ik een hele korte oproep. Deze discussie wordt denk ik zo urgent gevoerd, ook door u in de Kamer, vanwege het komende herdenkingsjaar 2023. Maar blijf vooral voorbij 2023 kijken. Het gaat om de structurele en fundamentele verankering van dit thema in ons nationaal bewustzijn. Dat is dus niet afhankelijk van een min of meer toevallig. Ja, dat moet eigenlijk altijd. Dank u wel. Wij zijn iets uitgelopen. Dat is niet erg, want het is een belangrijk onderwerp. En zoals mevrouw Belhaar al zei, het is voor het eerst dat we dat doen. Dat realiseerde ik mij ook niet. Ik vind het belangrijk dat we toch iedereen de vraag hebben laten stellen die er is. Wetende dat het altijd tekort is. En dat er veel meer discussie, debat, aandacht eigenlijk nodig is. Ik wil nu voor 5 minuten schorsen. Dat geeft ons de mogelijkheid om de gasten uitgeleide te doen. Wetende dat u ook mag gaan zitten op de publieke tribune om het verder te volgen. En mevrouw Nooitmeer heeft gezegd dat ze graag het laatste blok nog even zou willen aansluiten. Als zij dat nog wil, dan kan dat, heb ik net besloten als uw voorzitter.
We gaan ook eventjes de plekken schoonmaken, coronagewijs, uitgeleide doen. Voor de leden is er even mogelijkheid de benen te strekken en die meer zijn. Dat betekent dat wij om 4:15 verder gaan met de tweede ronde. En dat gaat dan over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. En dan zijn te gast mevrouw Biekman en de heer Afrië.
De spanning stijgt. Ja, oké. Hierbij heropen ik deze bijeenkomst van de Commissie Binnenlandse Zaken. Commissie voor Binnenlandse Zaken met het rondetafelgesprek over het Nederlands slavernijverleden. Wij zijn aangekomen bij het tweede blok. Dat gaat over de doorwerking van het slavernijverleden in het heden. We hebben twee gasten deze ronde. Dat is mevrouw Biekman van de Landelijk Platform Slavernijverleden en de heer Afrië van Zwart Manifest. Waar we net ook al iets over hoorden. Ik geef u beiden de opening, kort statement, 3-4 minuten. Dan gaan we over tot de leden voor het stellen van korte vragen. En ik zal u vast vertellen dat wij eerst dan naar de digitaal aanwezige leden gaan. En daarna naar de fysiek aanwezige leden. Om op die manier iedereen op een bepaalde mate aan bod te laten komen. Ik geef het woord aan u, mevrouw Biekman, voor uw openingsverklaring. En inderdaad, ik heb het net uitgelegd, als de microfoon aanstaat, dan gaat de camera naar u toe en daarna zetten we hem uit. En als het niet lukt, dan geef ik een seintje. Dat doe ik ook wel naar de leden, als die dat vergeten. Hartelijk dank. Eerst goedemiddag, voorzitter. Goedemiddag, geachte Kamerleden. En van Binnenlandse Zaken en van de commissie. En natuurlijk de mensen die thuis aan het luisteren zijn. Voorzitter, staat u me toe om te citeren uit de resolutie van de Nederlandse Staten-Generaal over slavenhandel op 12 november 1789. En waarom ik dit doe, is om u bewust te maken dat er in de archieven van de Tweede Kamer heel veel handelingen zijn, heel veel verslagen zijn, waar u precies kunt lezen welke besluiten zijn genomen, welke resoluties zijn aangenomen om slavenhandel, slavernij en kolonialisme te consolideren. Ik citeer dus uit de resolutie. De negerhandel behoort met een D aangemerkt te worden als onafscheidelijk van den bloei en voorspoed dier koloniën. Denkt u aan de Gouden Koets bijvoorbeeld, Hulde der Koloniën. En van de gehele commercie welke uit de koloniën haar leven ontvangt. Behalve dat de negerhandel op zichzelf moet gehouden worden voor een der voordeligste takken van de commercie. De voordeligste, u moet zich zo voorstellen, onze voorouders werden niet betaald voor het werk wat ze moesten verrichten. En zoverre die zijn invloed verspreidt over een menigte van fabrieken en manufacturen, welke debiet daardoor vermeerdert. Einde citaat. Dat zegt al heel veel. En dit soort citaten kunt u vinden hier in de Tweede Kamer in de handelingen. Dus als u wil weten over de relatie slavernijverleden, kolonialisme en Nederland, dan kunt u het echt hier vinden. Voorzitter, het was ons landelijk platform slavernijverleden, mede namens de achterbannen in Nederland en overzee, een genoegen om na ampele overweging positief te reageren op de uitnodiging voor deelname aan dit bijzondere rondetafelgesprek. En dit vanuit het besef dat onze tot slaaf gemaakte voorouders deze kans met beide handen, echt wel, met beide handen zouden aangrijpen in 1789. Bijvoorbeeld, tijdens de beraadslaging over hun lot. Dit geldt ook voor de generaties na hun die aan u zouden willen vertellen waarom reparatory justice alleszins gerechtvaardigd is. Voorzitter, in feite pas in 1998, toen de Afrikaanse vrouwenbeweging Sofidela met ondersteuning van de Nederlandse vrouwenbeweging, echt wel, vrouwen, u moet denken aan Vrouwenalliantie, Arachne, aan dat soort de Nederlandse Vrouwenraad, u moet denken aan vrouwenbelangen, opstond en vond dat het genoeg was geweest. Met als uiteindelijk het resultaat de relatie, de realisatie van het Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark,
en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Voorzitter, in 2002. Over enkele maanden is het 20 jaar dat we Nationaal Slavernijmonument hebben. 20 jaar dat we Nincy hebben. En er is nog geen enkel beweging in commemoration of deze twee belangrijke evenementen. Mijn focus nu op 2023. Ik weet echt niet waarom. Terwijl dit heel belangrijk is. We zouden kunnen kijken van welke effect, welk impact hebben deze twee instituten op Nederland, op de bewustzijn in Nederland. Voorzitter, ik ga verder. U weet nu als geen ander wat het betekende om tot slaafgemaakte te zijn. Omdat we heel veel aandacht hebben besteed in onze position paper. We dachten, we gaan deze kans niet voorbij laten gaan. We gaan u zoveel mogelijk informeren. En dat betekent, voorzitter, dat de spirit van de ogen van onze tot slaafgemaakte voorouders meekijken op dit moment over onze schouders. Ik voel ze. Ik heb de energie om het te voelen. Want bij het uitblazen van de laatste adem waren ze er heilig van overtuigd dat een dag van erkenning en rechtvaardigheid zou komen. Dat tenminste 3, 4, 5, misschien meer personen van goede wil aandachtig zouden luisteren en nooit meer zouden twijfelen dat reparatory justice het enige antwoord is op het gebied van wedergutmaking. En stelt u zich voor dat u de persoon bent, dat u in de Kamer de personen zijn. U bent nu al gezegend. Daarom vraag ik u, hou moed, hou vol. Want u gaat nog heel veel onderweg tegenkomen. En ik ga afronden. Voorzitter, maar liefst 85 jaar heeft het geduurd waarbij het zou kunnen, ik zeg zou kunnen, u hoort het goed, zou kunnen gebeuren dat de nazaten voor erkenning en rechtvaardigheid zich zouden kunnen beroepen op de universele verklaring van de rechten van de mens. Ik zeg 85 jaar, want het is na 85 jaar dat we de universele rechten van de mens kregen. Want waren andere verwerpelijke mensenrechten schendingen als misdaden tegen de menselijkheid verklaard voor 2001? Pas 2001, na 2 antiracisme wereldconferenties, 1978 en 1983, was het mogelijk dat de VN-lidstaten de transatlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme tijdens de VN-Wereld Antiracisme-conferentie in Durban, Zuid-Afrika, als misdaden tegen de menselijkheid verklaarde. Dus u moet zich voorstellen, wanneer mensen zeggen van, ja, maar waarom komen jullie ermee? 85 jaar voor de verklaring van de rechten van de mens hebben onze voorouders, de nazaten daarvan, voor. En dan 138 jaar na afschaffing van de slavernij, u hoort het goed, 138 jaar, na afschaffing van de slavernij, in 2001 pas, waren de lidstaten van de VN bereid om wat onze voorouders hebben ondergaan als een misdaad tegen de mensheid te verklaren. En als u praat bijvoorbeeld over zaken als verjaring, u moet daar niet in geloven, want dat bestaat niet, omdat de VN gezegd hebben, het was toen een misdaad en als het in de, hoe zeg je het, nou, vooruitzichten of de inzichten van nu, kennis en inzicht, zou het de grootste misdaad zijn ooit. Want ik hoorde een vraag over moderne slavernij of de Arabische slavernij. Nou, laten we daar liever niet over praten. Maar voorzitter, weet u wat bijzonder is? En daarom vind ik u gezegend als u dit meeneemt. Kijk, 2001, 20 jaar na dato, hebben we nog geen nationaal actieplan in het kader van de Durban Declaration and Program of Action. Dan hebben we het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. Dan kunt u zich voorstellen dat dat decennium is gekomen om politieke wil te genereren om die Durban Declaration and Program of het actieprogramma is een van de meest uitgebreide, actiegeoriënteerde
programma's, voorzitter, waar de hele wereld aan heeft gewerkt en ook NGO's in Nederland. We hebben onze beste beentje voortgezet. Ik weet het, want ik zat in de regeringsdelegatie, dus ik heb alles kunnen volgen. Maar nog steeds geen nationaal actieplan, ook niet voor de DDPE. En voorzitter, ik heb nog twee kleine alinea's, want ik kom nu tot de afronding. Net als alle burgers van Nederland, van inheemse. U hoort het goed, inheemse. Want ik zit niet hier voor mezelf. Ik zit ook voor de oorspronkelijke bewoners van de Republiek Suriname. Die verdreven zijn, omdat men vond dat ze lui waren. Maar voorzitter, ze waren niet lui. Ze weigerden om 24 uur te werken. Ik praat over de Afrikaanse Surinaamse, Aziatische Surinaamse. En Aziatisch moet in hun bestaande, Javanen. En van Caribische afkomst ben ik het levende bewijs. En ook meneer Afrië, mevrouw Nooit meer. En de heer Isaias, die hier zitten. En mevrouw Oudshoorn. Zijn we het levende bewijs van het resultaat van het Nederlands koloniaal verleden. Dus als mijn vraag impact, effect, dan moet u naar mij kijken. En dan moet u naar hem kijken. En dan weet u, en als u kijkt naar de positie die we hebben, dat gemarginaliseerde, dan weet u dat dat het... voorzitter, zie hier de relatie, de verbondenheid. Afrofobie, misogynie, u weet wat dat is, vrouwenhaat. Xenofobie, zijn alle vormen van onbewuste, diepgewortelde haat en van verdeel- en heerseffecten die hun oorsprong hebben in het koloniaal verleden van Nederland en die nog steeds leiden tot discriminatie en uitsluiting van bepaalde burgergemeenschappen. Samen kunnen we er een eind aan maken. Echt, voorzitter, we hebben in onze position paper hebben we tal van aanbevelingen. Uw Kamer, u, volksvertegenwoordiger, is nu aan zet. En we zijn staan klaar om samen met u te werken. En ik wil u dit, als het mag, voorzitter. De antiracismebureaus zitten hier niet aan tafel, maar die zijn essentieel in het proces van de effecten. Ik wil u dit overhandigen, alsjeblieft, van artikel 1 Midden-Holland van I Rest My Case. Ik dank u zeer. U bent ver over uw tijd heen. Ik heb het even laten gebeuren. Als het straks op antwoorden aankomt, dan zal ik wel wat scherper zijn. Ik hou er helemaal niet van om gasten in deze Kamer in de reden te vallen. Vergeeft u me. Maar we hebben ook een bepaalde planning en het is al lastig zat. Deze hebben wij al verspreid onder de leden, dus dank voor het aanbieden. Maar er zijn meerdere position papers, ook van mensen die niet hier aan tafel zitten, maar die zich wel hierover wilden verklaren. En die hebben de leden ook al ontvangen. Maar hartelijk dank voor het overhandigen. Dan geef ik graag het woord aan de heer Afrië. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Jerry Afrië. Ik ben mede-initiatiefnemer van de stichting Nederland wordt beter, die onder andere de afgelopen 10 jaar Zwart Piet is racismecampagne heeft gelanceerd. Maar ook betrokken met andere organisaties sluiten we de handen in één. En dat brengt me bij Zwart Manifest. Eigenlijk wat mij ook mijn aanwezigheid hier nu eigenlijk waar maakt. Ik zou die 4 minuten moeten lukken. Maar ik ga niet rappen, ik ga rustig aan doen. Maar het moet lukken, die 4 minuten. Even kijken. Goedemiddag, voorzitter en commissieleden. Bedankt voor de uitnodiging. Allereerst feliciteer ik de Nederlandse overheid met de beëdiging van kabinet Rutte 4. Het is niet mijn ideale kabinet, maar wij moeten het samen doen. Daarom zal ik doen wat ik kan om bij te dragen aan het sterk maken van ons land. Het woord samen doen is al gevallen. Dit samen doen brengt ons, wat mij betreft, hier op dit beslissende moment. Wij hebben als land een erfenis die zwaar weegt op de zwarte gemeenschappen die ons land rijk is. Ik ben bang dat zolang wij deze confrontatie met ons koloniale en slavernijverleden uit de weg gaan, institutioneel racisme dat daar vrij spel heeft, verder ingebakken zou raken. Ik kom uit de Bijlmer in Amsterdam. Ik ben dagelijks getuige van hoe deze geschiedenis, die onder het tapijt is geschoven,
kansengelijkheid en zelfwaarde aantast. De geschiedenis van de transatlantische slavernij en de diepe sporen die deze geschiedenis heeft achtergelaten, herinnert zwarte Nederlanders en met name de nazaten iedere dag eraan dat ze niet welkom zijn in hun eigen land. U kunt hier samen met uw partij en collega's vanaf vandaag verandering inbrengen. Met het Zwart Manifest hebben wij samen met honderden mensen uit de zwarte gemeenschap en daarbuiten, waaronder experts en slachtoffers van anti-zwarte racisme, geformuleerd waar we kunnen beginnen. Onze 1 juli petitie, die in samenwerking met Stichting Nederland Wordt Beter, de Black Archives en Phoenix, werd binnen 10 dagen ruim 60.000 keer ondertekend. Niet alleen de sporen van de geschiedenis, maar ook het debat hierover leven in de samenleving. Op de vooravond van 150 jaar afschaffen van de slavernij in 2023 snakken wij naar een omvangrijk nationaal plan tegen institutioneel racisme. Een nationale feest- en herdenkingsdag op 1 juli en een formeel excuses van onze overheid. Ik ben ervan overtuigd dat als we allemaal iets meer doen dan ons best, we tot een duurzame en humane oplossing zullen komen om de diep gewortelde idee dat mensen niet gelijkwaardig zijn in halt toe te roepen. Met uw politieke wil en durf kunnen we het Nederlandse slavernijverleden een plek geven en laten zien dat alle Nederlanders, ongeacht afkomst of kleur, welkom zijn in hun land. Dank u wel. Dank u wel. Dan is mijn oproep wederom aan de leden om een korte vraag te formuleren en te zeggen aan wie je hem stelt. En ook aan de gasten om daarop zo kort mogelijk te antwoorden. U mag uw microfoon uitzetten. En dan ga ik naar mevrouw Van Dijk van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Afrié. In de jaren 80 was er ook een opleving, hè, voor aandacht voor racisme. Maar eigenlijk is dat ook weer een beetje teruggegaan en heeft niet zo heel veel opgeleverd. Nou zitten we weer bij elkaar. En ik heb verschillende sprekers horen zeggen van we zijn echt blij dat er nu weer serieus aandacht is voor het onderwerp. Hoe gaan we wat u betreft voorkomen dat het weer weg gaat zakken en dat we hier over 23 jaar weer zitten en dezelfde discussie met elkaar voeren? Bedankt voor uw vraag. Dat is hem eigenlijk. Wij moeten niet te vroeg juichen. Ik moet zeggen, na 10 jaar, eigenlijk 12 jaar... dat wij iedere dag bezig zijn om hier in vooruitgang te brengen, wordt eigenlijk constant gejuicht. Ik word zelfs gebeld, we hebben een award voor je. En ik zeg, wat moet ik met een award? Ik moet nog steeds dealen met wat mijn kind op school meemaakt. Wat mijn gemeenschap ondergaat. Zelfs met die COVID hebben we gezien wie het meeste raakt. Dus ik denk dat we zijn van ver gekomen. Maar het einde is nog lang niet in zicht. En dat heeft te maken dat je... Ik ben van mening dat als je iets kapot maakt, dat op zijn minste even lang duurt om het te herstellen. Op zijn minste. Wij hebben hier over iets dat bijna 400 jaar kapot... Dat we 400 jaar hebben gehad om kapot te maken. Hoe lossen we dat op in een paar decennia? Dus ik denk dat wat misging in de jaren 80 is dat er werd gezocht naar... En ik moet zeggen, waren zeker, wij staan op de schouders van die mensen die ons voorgingen. En ik leer elke dag van mensen hoe het ging en wat beter kon. Maar ik weet ook dat er mensen waren die opgaven omdat ze voor hun kinderen moesten zijn. Ik weet dat er mensen waren die een betere baan kregen. Of die gewoon eraan kapot ging, omdat Nederland gewoon een muur bleek te zijn als het ging om gevoeligheden richting zwarte mensen en de zaak. Maar wat ik ook weet, is dat in mijn geval heb ik daarvan geleerd. Dat is ook de reden dat alles wat ik heb mee moeten maken om vandaag hier voor u te zitten, trosteer ik. Omdat ik weet van dat stoppen is geen optie. En dat is heel belangrijk, maar we moeten ook niet denken dat de overheid met een antidiscriminatiebureau even kan oplossen. Je hebt antidiscriminatiebureau nodig, maar je hebt ook de community nodig. De gemeenschap werd helemaal niet bij betrokken.
zoals het zou moeten horen. En ik had het daarover samen doen. Dus het is heel belangrijk dat we leren van het verleden en kijken naar de toekomst. En niet alleen recent verleden, maar ook wat 100, 200 jaar, 300 jaar geleden is geweest. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik vond het heel mooi om... Ik vond het heel mooi verteld van hoe je eigenlijk niet kunt stoppen met de strijd. Ondanks dat die soms heel erg zwaar is en heel veel van jullie treft. En ik zou graag een heel concrete vraag eens willen stellen. En die concrete vraag is, wat kunnen wij nou doen als landelijke volksvertegenwoordigers? Maar wellicht ook onze lokale vertegenwoordigers in het hele land om jullie ook te kunnen ondersteunen. Want we kunnen heel erg vaak zeggen, hè, dat anti-zwart racisme, dat we dat afkeuren. En we kunnen heel erg vaak met woorden zaken afkeuren of juist goedkeuren. Maar zijn er nog meer concrete acties waarvan u nou tegen ons zegt, en daarmee helpen jullie ons echt, daarmee krijgen wij misschien het gevoel dat we wat minder alleen staan. En daar ben ik dan naar op zoek. Aan wie stelt u de vraag, mevrouw Westerveld? Aan meneer Afrayi stel ik de vraag. Of ik vergeet het uit te doen of aan te zetten, even wennen. ik zou zeker antwoord geven en ik zou ook blij zijn als mevrouw Biekman ook misschien zou willen aanvullen. Het is namelijk, als volksvertegenwoordiger is een van de taken dat je de wet uitvoert. Als wij met z'n allen zeggen dat het racisme niet geaccepteerd wordt, dan moeten we kijken. En als we zeggen dat we racisme willen bestrijden, dan kunnen we niet alleen bestrijden wat voor onze ogen plaatsvindt. Je moet ook kijken naar de achtergrond, de diepere liggende wortels wat ermee gepaard gaat. Ik ben zelf op mijn 10e ging mijn ouders scheiden en ik woonde in Ghana. En ik werd overgevlogen omdat ik met mijn vader moest gaan wonen. En ik was hier. Ik kan heel makkelijk voor mezelf praten van, ik ga gewoon naar dingen. Als het heet wordt hier in Nederland, ga ik naar Ghana. Maar ik heb hier broeders en zusters en moeders en tantes gevonden die ik helemaal niet wist dat ze bestonden. Ik was zo verbaasd om in Nederland te komen en zoveel zwarte mensen te zien. Ik dacht, ik ging naar een wit land dat waarschijnlijk alleen mijn vader en ik zwart waren. En dan kom ik hier en er wonen mensen hier. Niet alleen wonen mensen hier die op mij lijken, maar ze hebben namen van mensen die niet op hen lijken. Ik moest mijn hele switch mentaal, was ik helemaal niet voorbereid wat ik zag. En ik heb zoveel over mezelf geleerd de afgelopen 30 jaar dat ik in Nederland ben. En al die dingen. Maar ik kan zeggen dat het heel belangrijk is dat ik zit niet hier omdat ik geen andere uitweg zie. Ik zit hier omdat de gezamenlijke toekomst alleen maar verder weg zou raken als wij niet dealen met wat hier voor ons ligt. En wij hebben allemaal verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is het land ingaan met wie het wil in gesprek treden, met organisaties optrekken, waar nodig gebruik maken van mijn protestrecht om dingen aan te kaarten. Maar als volksvertegenwoordiger verwacht ik leiderschap. En ik verwacht dat het wordt wegen worden bewandeld die niet iedereen het ziet. Want als volksvertegenwoordiger hoor je juist boven te stijgen en morgen te zien voordat morgen aanbreekt voor de rest. En ik denk dat wat wij hier aan het doen zijn op dit moment is dat we met z'n allen bezig zijn. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het gezamenlijk toekomst plaats gaat vinden? Als ik racistisch of gediscrimineerd word, ik verwacht dat ergens actie wordt ondernomen. Als ik mijn kind naar school breng, ik verwacht dat mijn kind een eerlijke kansengelijkheid geniet in het onderwijs. Dus het is heel belangrijk dat wat jullie kunnen doen is, het zwarte manifest dat we hebben gepresenteerd, er staat erin, alles hebben we geprobeerd met ruim 1000 mensen vanuit de samenleving om samen dat voor elkaar te krijgen. En ik hoop dat het heel serieus wordt opgepakt. Maar vooral ook ons de kans geven om gezamenlijk te doen. En niet van, bedankt, we hebben je gehoord, wij fixen het. Ik wil nu echt graag onderbreken, want we hebben echt eigenlijk nog 10 minuten hiervoor staan en ik heb nog heel veel Kamerleden die een vraag willen stellen. En de herhaling is soms de kracht
maar soms ook de rem op het verdere gesprek. Dus ik zou graag mevrouw Biekman willen vragen. Ik wil u vragen om uw microfoon uit te zetten om ook nog even antwoord te geven. En te proberen dat zo kort en concreet mogelijk te doen, zodat andere leden van deze commissie ook nog vragen kunnen stellen. Ja, voorzitter. Ik merk inderdaad dat we veel te weinig tijd hebben. Ik zou het proberen. Het is geen verwijt aan u. Integendeel, ik vind het geweldig dat u mij de ruimte heeft gelaten en nu weer. Maar ik vind die vraag van die mevrouw, hoe kunnen we jullie helpen? Daar word ik boos over. Want u gaat mij niet helpen. U bent de volksvertegenwoordiger die ervoor moet zorg dragen. Dat u gewoon, u heeft namelijk het verdrag van de Commission on the Elimination of Racial Discrimination, all forms of racial discrimination heeft u geratificeerd als volksvertegenwoordiging. En dan moet u niet aan mij vragen, wat moet ik voor jullie doen? U moet gewoon het CERT-verdrag uitvoeren. Het CERT zegt bijvoorbeeld over etniciteit en nationaliteit, neem het op in je grondwet, want dat congrueert met het verdrag van Europa, met het VN en het Europees verdrag bedoel ik, en het VN. Maar het gebeurt niet. 9 december wordt er een wet hier aangenomen met alleen de gronden seksuele gerichtheid en gehandicap. Maar etniciteit en nationaliteit blijft eruit. Ondanks het debat over de, wat is het, toeslagenaffaire. Dus, en het gaat naar de Eerste Kamer. We sturen een brief en je ziet, het wordt niet we praten over reparatory justice. Dan is het belangrijk, voorzitter, dat we gaan kijken, niet kijken naar stukjes, wat kunnen, maar we gaan kijken naar het conceptueel kader. Wat verstaan we onder reparatory justice? Wat zit er allemaal in dat vat? En hoe gaan we dat organiseren? We geven namelijk 3 alternatieven om het goed te organiseren. De tekst in de wettelijke inbedding. Waarom wettelijke inbedding? Omdat het niet zo moet zijn dat wanneer er ene kabinet komt, dat ineens het dingen van Nancy wordt stopgezet. Nee, in de wet erken je dat het een crime against humanity was. En je erkent excuses, je legt het vast. En dan kijk je naar de zaken die te maken hebben met reparations, reparatory justice. En het is niet alleen maar geld alleen. We hebben in onze position paper, geven we dat aan. En voorzitter, tot slot, u ziet, ik doe mijn best. Tot slot, voorzitter. We kunnen niet een rondetafelgesprek organiseren zonder daar waar het gebeurd is, Suriname en de Antillen. De mensen niet erbij te betrekken. Want het is niet op Nederlands grondgebied. Begrijpt u, voorzitter? Ja, dus, ja, ik begrijp het. I rest my case, voorzitter. Ja, nou, dat hoeft helemaal niet, want u bent nog voor de rest van dit blok bij ons. Dus u wordt nog van alles gevraagd. De samenstelling van dit rondetafelgesprek is overgesproken en is helaas zoals het is gelopen. Er is nog geprobeerd om iemand in ieder geval van het Caribisch deel Suriname hierbij aanwezig te laten zijn. Dat is niet gelukt, maar u kunt naar Suriname. Zeker, dat kunnen we zeker. We gaan dat regelen. Zoals ook in de eerste ronde opgemerkt door mevrouw Belhaai terecht, we hebben dit gesprek nu en laten we die zegeningen ook tellen. Bedankt voor de zeer ingewikkelde, maar toch wezenlijke vraag, mevrouw Westerveld. U ziet hoeveel antwoord dat weer oplevert. Ik ga toch naar de volgende vragen stellen, mevrouw Van Esch. En ik wil u vragen om het zo kort mogelijk en zo concreet mogelijk te doen. En dat vraag ik ook de gasten, zodat we alle mensen die hier in de zaal zitten straks ook nog de gelegenheid kunnen geven voor het stellen van de vraag. Mevrouw Van Esch. Dank u, voorzitter. Het is altijd ingewikkeld bij zo'n belangrijk thema om kort en concrete vragen te stellen. Ik denk dat ik één vraag heb aan mevrouw Biekman. En misschien sluit het wel goed aan op het laatste onderdeel van het pleidooi van net. Ik denk dat er in Nederland een groot gebrek aan kennis is over de situatie in Suriname en het Caribisch deel. Over wat die invloed nou is van dat slavernijverleden daar. In plaats van, we weten nu veel meer misschien wel hier in Nederland. Maar hoe het daar is en wat de invloed van Nederland is, heb ik het gevoel dat we daar nog meer achterlopen, misschien om het zo te zeggen. Kunt u heel concreet misschien 1, misschien max 2 voorbeelden geven van wat u ziet daar, waar dat slavernijverleden nog zo'n
heftige invloed heeft op de samenleving. Voorzitter? Ja, mevrouw Wiekman, alsjeblieft. Voorzitter, eigenlijk is het antwoord heel simpel. Want in 2013 heeft Suriname in de context van CARICOM een 10-puntenplan ontwikkeld, waarin de verschillende aspecten van het effect op de grondgebieden aan de orde zijn gekomen. En het zou te ver doorvoeren als ik dat allemaal zou vertellen. Omdat het al, dus ik wil u voorstellen, voorzitter, om de griffier te vragen om die informatie boven tafel te halen. Omdat Republiek Suriname ook een paar keer naar Nederland, via het parlement, ook via de ambassadeur in Suriname. Maar ook, als het goed is, heeft u een verhaal gehad over de impact van het slavernijverleden in Curaçao. Kortom, op de Antillen. Nou, dat op zich is een heel groot dossier. Weet u, als we het hebben over de vereffening van het Nederlands slavernijdossier, dan moet u denken aan heel veel zaken in dat dossier. En daar, ik zou u willen voorstellen, check even naar het CARICOM-verhaal, dat 10-puntenplan, met allemaal motieven waarom. Want u moet zich zo voorstellen, als slavernij is afgeschaft en nog 10 jaar staatstoezicht en de mensen mogen niks, ze zijn allemaal nog analfabeet en semi-analfabeet en je doet helemaal niks gedurende decennia, honderden jaren, dan begrijpt u dat er achterstelling ontstaat ten opzichte van andere groepen die daarna zijn gekomen. En u moet zich ook zo voorstellen, wat we niet weten, en ik kan mijn voorouders niet traceren. Dus als we het hebben over de effect, het effect is dat ik Beryl Biekman heet. Niet dat ik mijn naam niet leuk vind nu. Maar dat is een van de impacts van het slavernijverleden. Dat ik mijn DNA, pas, waar ik vandaan kom, pas kan traceren. Als ik een beroep doe op die instituten. Maar dat kost geld. Dus ook dat kunt u vatten in het reparatory justice verhaal. Dat mensen die niet lekker zitten in hun vel, omdat ze Jansen bijvoorbeeld heten, en ze hebben getraceerd dat ze bijvoorbeeld uit Cameroen komen, en dat ze een naam hebben bedacht, of dat eraan past, dat bij hun geestelijke gesteldheid past. En u moet zich voorstellen, Afrikanen geven hun kinderen een naam, heel ceremonieel. En je wil nog een ceremonie, dat kost allemaal geld. En dan hebben we het over repatriëring. Is ook een aspect van reparatory justice. Zie hier, ik hoop dat het... dit is een heel verhaal, maar... Het waren meer dan 2 voorbeelden. Ik denk dat, dat de vraag daarmee beantwoord is. Mevrouw Simons van Bijeen. Dank u voor het woord, voorzitter. En natuurlijk enorme dank aan de 2 sprekers aanwezig, die ik beide natuurlijk, het zal niemand verbazen, zeer goed ken. En in dat kader herhaal ik eigenlijk mijn vraag, eigenlijk hetzelfde als ik in het vorige blok zei. Vanwege de tijd zal ik geen vraag stellen. Veel van wat hier besproken wordt is mij bekend. En ik ben blij te zien dat leden die wellicht iets minder ingevoerd zijn in het dossier oprechte vragen stellen. En die kans wil ik ze ook zeker niet ontnemen. Dus met zeer veel respect voor de heer Afri en mevrouw Biekman sla ik deze beurt wederom even over. Dank u wel. Dan begin ik bij de heer Seder. Dank u wel. Korte fijn vraag. Ja, die is, het gaat over de doorwerking van het slavernijverleden. En ik zie hier mevrouw Biekman en de heer Afrië. Vind ik mooi. Mevrouw Biekman is van Surinaamse afkomst. De heer Afrië van Ghanese. Toevallig ik ook van beide kanten. En wat ik daarom ook weet is dat, dat de heer Afrië als Ghanese slavernijverleden vanuit de andere kant heeft meegemaakt. Hè? Dus zeg maar het land vanuit waar mensen verscheept zijn als slaafgemaakte. En toch zit u hier. En toch zegt u dat heeft ook doorgewerkt. En toch zit ik ook hier en merk ik de sociaal-economische achterstelling. Kunt u uitleggen hoe die doorwerking dan ook plaatsvindt? Want ook in de Kamer merken dat er heel veel vragen over zijn. Of
of het nou echt zo is en het ook echt nog kan, dat iets wat heel lang geleden of relatief lang geleden gebeurd is, alsnog doorwerkt in het leven van onszelf en kinderen en generaties daarna. Dus kunt u daar vanuit uw rol of vanuit uw positie daar nog iets over zeggen? Yes. Kijk, er is een reden dat ik als Ghanese persoon hier ben. Ik ben niet hier alleen voor het mooie weer. Ik ben hier omdat een weg die al 400 jaar is, onlangs nog 400 jaar relatiebetrekkingen en zo gevierd met Ghana, tussen Nederland en Ghana, vond ik heel bijzonder. Want hoe het is begonnen, kunnen we niet zeker toejuichen. Voor mij is sowieso überhaupt het hart dat ik heb, als ik niet een zwart persoon was geweest, had ik zelf de strijd gestreden. Omdat ik zie gewoon hoe eeuwenlang mensen onrechtvaardig zijn behandeld. En we moeten ook begrijpen dat mensen zo onrechtvaardig zijn behandeld en dat men zoveel moeite moet doen om überhaupt erkenning te krijgen dat er is gebeurd. En ik denk, wij zeggen altijd van niemand van ons hier in de Kamer was geboren toen het gebeurde. Of was erbij. Waarom hebben we dan zoveel moeite om een beetje afstand te nemen van dat verleden en met een nieuw blik te kijken die ons kan helpen naar de gezamenlijke toekomst? Er zit in ons, dat slavernijverleden. In ons allemaal. En voor mij is meer dat als we kijken hoe het doorwerkt, dan moeten we kijken dat je hebt Ghanese in Ghana gewoon met Nederlands achternaam. We hebben gezien, je hebt zwarte mensen met dingen met Nederlandse achternamen. Maar we zien ook in het onderwijs, waar docenten goed bedoeld tegen kinderen zeggen, dit niveau kan je niet aan. Dat heb ik gehoord. Ik was pas een jaar in Nederland en ik deed CITO-toets. En ik had gewoon MAVO gehaald. En ik kreeg het niet. Omdat ik kende taal niet. Hoe hou je MAVO als je CITO-toets gaat doen in een taal die je niet kent? Dat is omdat in Ghana was ik gewoon een van de toppers van de klas. Dus we moeten begrijpen dat zelfs hoe we kijken naar elkaar, het is niet alleen wat we zeggen tot elkaar, maar hoe we kijken is belangrijk. Dus ik denk dat als we willen kijken naar de doorwerking, is het dat Nederland voor altijd is veranderd. En als wij correctie daaraan willen brengen, dan moeten wij echt de confrontatie aangaan met ons slavernijverleden. Dan moeten we niet kijken naar specifieke situaties, maar hoe het land heeft veranderd en voor wie ten goede kwam en voor wie niet. En ik weet in ieder geval dat het niet mijn oma ten goede kwam. Ik wil toch even, dank voor uw antwoord en of u de microfoon uit wil zetten. Ik wil even naar de leden kijken. Want ik begin, we beginnen enorm uit de tijd te lopen. Het is een extreem belangrijk onderwerp. Ik denk dat iedere vraag die nu nog gesteld gaat worden, leidt tot een herhaling. Ook van de position papers die wij al hebben gekregen. We kunnen niet met elkaar in debat. Dat willen we ook niet. Daarvoor zijn andere gremia. Ik zou eigenlijk willen voorstellen, en daarom ben ik ook begonnen met de leden die ik niet kan aankijken, want ik kan u wel aankijken, om deze ronde af te sluiten. Maar niet nadat u nog de mogelijkheid krijgt voor een slotstatement, hoor. Dat wil ik sowieso doen. Omdat we dan ook door kunnen, dat we redelijk proberen de eindtijd te halen. Want daar hebben mensen op gerekend en er zitten nu ook al mensen in de call te wachten op de derde ronde. En het op die manier proberen deze ronde af te sluiten. Uiteraard daarbij opmerkend dat wij dit debat en deze bijeenkomst daarmee niet afsluiten. Tenzij, ik zie bijvoorbeeld de heer Van Strien een beetje fronsend kijken, er nog echt een vraag is waarvan u denkt, ja, dat is nu wel het moment. Want dan wil ik daar natuurlijk absoluut wel de ruimte voor geven. Maar als het een vraag is waarbij we de herhaling opnieuw krijgen die we al toch hebben gehad, die wezenlijk is, wat op geen enkele manier een verwijt is, maar wat wel ook voor het ophalen van onze kennis niet meer het moment nu is. Ik zag de heer Van Strien. Wel dank of niet? Ja, ik heb u gezien. Ik heb u gezien. Ja, dank u voor het. Ik heb niet de potentie dat ik een betere vraag heb dan de andere, maar omdat de heer Afrier is en die de afgelopen 10 jaar natuurlijk ook gestreden heeft en ook de negatieve kanten daarvan heeft meegemaakt, de polariserende kant heeft meegemaakt, ook bedreigd is, et cetera, wil ik hem toch vragen, we zijn in het traject bezig richting het 2023. Wat is zijn advies om nu te zorgen dat we deze discussie op een helende manier gaan voeren in plaats van een polariserende manier? Want dat is natuurlijk, dat dreigt eigenlijk altijd als je het hebt over het slavernijverleden en alle daaraan geleerde
onderwerpen. Dus welk advies heeft u voor ons? Twee dingen. Educatie. De reden dat wij te maken kregen met burgers die een snelweg afzetten om ons tegen te houden wanneer wij gebruik wilden maken van onze grondrechten, heeft te maken dat die mensen naar ons keken en dachten dat wij hun vijanden waren. Terwijl ik weet dat Friezen hebben juist bijgedragen aan de onafhankelijkheidsstrijd in Suriname van zwarte mensen. Omdat ze het belangrijk vonden. Ze wisten wat het voelt om onderdrukt te worden. Dus het is heel belangrijk, zolang wij niet weten waar we over hebben. Want ik weet, als er zijn mensen die zeggen in dit debat, ja, wat doen die zwarte mensen hier? Ze hebben helemaal geen idee waarom we hier zijn. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat we van elkaar leren waar het over gaat. En zodat we inhoudelijk gesprek kunnen hebben met elkaar. Daarvoor hebben we onderwijs nodig. Maar ook het ministerie van Onderwijs moet iets vinden waar moet verleid worden, maar wetten doorheen moet komen. Dat is één. Anderzijds denk ik ook van daar naartoe, naar 2023, moeten we niet alleen kijken of een groot deel van Nederland het mee eens is dat we slavernijmonument of museum krijgen of niet. We moeten ook kijken, wat kunnen wij doen om de mensen die nog de doorwerking nog elke dag ervaren, om ze in ieder geval een beetje tegemoet te komen dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. En dan zou nationale herdenking een mooie stap zijn, maar ook om te laten zien aan de rest van Nederland dat het geen Randstad gebeuren is, maar dat het om ons allemaal gaat. Anders zou het gewoon herdenking moeten heten. Maar we zeggen één nationale herdenking. Om juist de eenheid daarmee te bevorderen. Ja, voorzitter, niet iets zeggen, maar iets aanbevelen. Ja? Ik verzoek u om ons position paper te lezen. We hebben ontzettend veel aanbevelingen. U zult zien dat reparation is meer dan geld alleen. U zult ook zien dat we ook praten over self-reparations. Dat betekent dat we ook naar onszelf kijken van wat zouden we kunnen doen en bijdragen. En voorzitter, er zijn aanbevelingen. Een van de aanbevelingen is bijvoorbeeld dat we nu bezig zijn met een kennisnetwerk. Mensen van Afrikaanse afkomst, Caribische. En dit kennisnetwerk is met name ook op instigatie in het kader van het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, waar we werken met de unit sociale stabiliteit van sociale zaken. En die doen hun uiterste best om dit voor elkaar te krijgen. Ik vraag u, stelt u vragen daarover om te weten dat dit er bestaat. We zijn op de goede weg. Een ander voorbeeld wat ik u wil geven is dat u weet dat de VN, ik dacht in 1830... kenden we een begrip negrofobia. Zoals we hebben homofobia, antisemitisme. U weet al die woorden, dat als je ze gebruikt, dat je precies weet waar men over praat. We hadden negrofobia, ook binnen de VN. En toen zijn knappe koppen bij elkaar geweest, vanuit een meervoudig perspectief. Want dat is ook zoiets in de onderzoekstraditie, dat eurocentrisme, dat bereiken we niet. Nederland is een multicultureel land. Dus uiteindelijk willen we ook andere perspectieven horen. Dat is het meervoudig perspectief. Ik heb begrepen dat er heel veel geld komt voor wetenschap en onderzoek en wetenschap, geloof ik. Te veel geld. Men weet, als men niet weet wat men ermee moet doen. Dit zijn met name projecten. Waar we het Afrofobie-project. Afrofobie is in de plaats gekomen. In 2012 heeft de Human Rights Council dat begrip geadopteerd als de titel dat verwijst naar een vorm van meervoudige racisme. Vormen van meervoudige racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst. En de antidiscriminatiebureaus weten geen raad soms met de aangiftes van die mensen van Afrikaanse afkomst doen. Als ik bijvoorbeeld, ik heb zelf een rechtszaak verloren, over om dat het N-woord. Neger. U weet waar het vandaan komt. Als men dat de hele dag mij als zodanig, dan wil ik iets ermee doen. Dus dan ga je naar de rechter. Maar dit zijn zaken die niet sexy genoeg zijn voor de rechter, voor het Openbaar Ministerie om daar iets mee te doen. Maar u kunt als wetgever, u bent wetgever toch? Ja, u kunt als wetgever ervoor zorg dragen dat begrippen goed begrepen worden, beleidskader, handelingskader, dat de antidiscriminatiebureaus weten dat als iemand aangifte doet,
Bijvoorbeeld dat ze voor Zwarte Piet zijn uitgemaakt. Bij wijze van zeggen hoor. Want ik word de hele dag voor Zwarte Piet uitgemaakt. En dan zeg ik van ja, het conceptueel kader kan je alleen bestrijden als je dat verhaal bekijkt vanuit de cultuurhistorische traditie. Nou, dit zijn allemaal zaken waar we... En weet u, we hebben namelijk gepleit voor een nationaal coördinator afrofobiebestrijding. Omdat afrofobie altijd terugkijkt naar het verleden. Je kan het niet direct vergelijken met anti-black racism. Dus ik vraag u, voorzitter, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Want als u daarnaar gaat kijken, dan zijn we tevreden. Oké? Dank u wel. We hebben laatst de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racismebestrijding hier gehad. En die gaat nu zijn programma maken. Dus ik ga ervan uit dat hij nu ook zit te kijken. Ik wil eigenlijk geen vragen meer toestaan. Ja. Ik heb een opmerking en geen vraag. U gaat wel. Eén opmerking van mevrouw Bel. Voorzitter, u bent een hele goede voorzitter. En ik zie van minuut één dat u ongelooflijk uw best doet om dit gesprek goed te begeleiden. Dat doet u goed. Als een van initiator merk ik, dit is de eerste keer dat we het doen. Zoveel verhalen te vertellen, verschillende perspectieven. Dat heb ik niet van tevoren gezien. Dus ik ga nu geen vragen stellen. Ik heb al, denk ik, 4 nieuwe rondetafelgesprekken waar we meer focus kunnen brengen. Dus dat is wat ik wilde zeggen. Ik zal nu geen vragen stellen. Verder luisteren en het nieuwe initiatief nemen, zodat iedereen volwaardig verder behandeld kan worden. En u kunt daar niks aan doen. Het was voor mij ook onervarenheid hoeveel verhalen te zijn vertellen. Dus... En mijn collega's wil ik vragen hetzelfde te doen, zodat we het op tijd kunnen afronden met de belofte dat we dus daarna nog een keer verder doorpraten en meer de diepte ingaan. Nou, ik dank u voor uw steun, mevrouw Belha. Ik was een beetje geïrriteerd omdat ik denk, nog een vraag. En dan kan ik de rest van alle Kamerleden die me even lief zijn eigenlijk niet meer weigeren om ook een vraag te stellen. Daarmee ga ik het wel afsluiten, tweede blok. We hebben nog een derde blok. Ik dank u hartelijk voor uw komst. U mag nog één zin zometeen zeggen ter afsluiting. Ogenblik. Nog één zin zometeen, dan geef ik u het woord. Dan mag u de microfoon aanzetten. Zometeen geef ik u het woord. Ik wou dan doe ik dat. Dan geef ik u nog 1 minuut het woord. Wilt u dat ook, mevrouw Piepel? Nee, hoor. Is, nee? Ik doe ik dat voor de heer Evrië aan. En dan sluit ik daarna. Dan kunnen we, zoals dat moet volgens de coronaregels, eventjes schoonmaken. Het derde blok voorbereiden. Dat is het blok dat gaat over erkenning, excuses en herstel. En ik ga mij in die tussentijd beraden, samen met de leden, wat ik ga doen met vragen. Ook vanuit het kader van de eerlijkheid. Misschien dat ik het gewoon even afmaak hier in de zaal. Maar ik ga dat eventjes afstemmen. En dan zal ik iedereen daarvan zometeen ook op de hoogte stellen. Zodat het transparant is wat er besloten is. Het slotwoord voor deze ronde is aan de heer Evrië. En dan hebben we even korte pauze. 5 minuten. En dan gaan we verder met het laatste blok. En dat gaat over erkenning, excuses en herstel. Vanaf mijn 18e ben ik in de Bijlmer. In de zomervakanties vond ik fijn om de kinderen daar, ik zie ze als mijn broertjes en zusjes, om ze activiteiten te voorzien. Want velen bleven thuis. En ik weet hoe het is als ik op school kwam in groep 8 en werd gevraagd, wat gingen jullie doen? En dan was voor mij buiten spelen. En ik wilde ze wat meer verrijken met activiteiten. Maar tijdens de activiteit, iedereen keek van afstand van, oh ja, die Jerry is altijd met kinderen aan het spelen. Wanneer worden die dingen volwassen? Maar eigenlijk, het spel was enerzijds. Maar als ze ruzie kregen, nam ik de kans om ze te vertellen hoe ze met elkaar moeten omgaan en alles. Maar daar kwamen ook gesprekken los over thuissituatie, over wat ze meemaken. Kinderen van 8, 7, 9 die tegen mij zeiden, ik ben geen Nederlander. Sprak geen Ghanees, sprak geen dialect uit Suriname. Er waren gewoon Nederlandse kinderen. Zij had ook om 6 uur, net als kinderen ergens in Blarenkum of waar je ook wil noemen. Ik vond dat iets moest gebeuren. Ik heb gelijkgestemden gevonden. En wij zijn eigenlijk mijn hele 30 jaar heb ik het opgeofferd om voor te zorgen dat deze kinderen ooit gaan geloven dat hun land hun land is. En hier zitten wij. Wat wij eigenlijk vragen is nazorg. Na slavernijverleden kregen alle betrokkenen nazorg, behalve de tot slaaf gemaakte zelf. Die mensen hebben nooit humaniteit meegekregen of erkenning gekregen voor hun leed. Daar kunnen wij iets aan doen. En wij hebben met het Zwarte Manifest hebben punten samengesteld dat we zeggen, laten we dit zien als minimum eis om tot erkenning te komen.
bij petitie achterna gooit wat eerder is genoemd. Daarin staat heel helder drie dingen. Nationale feestdag en nationale herdenkingsdag. Zodat we niet eventjes kleine streepje kan zetten, maar zeggen nee, dit is een hele hoofdstuk en geen pagina. En ik denk dat het heel belangrijk is dat als we hier weggaan, dat we echt denken aan deze Nederlandse kinderen die morgen de economie kunnen redden. Die de ontdekkers van morgen zijn. De dokters die de COVID-vaccinen kunnen uitvinden. Maar nu zitten ze daar en zij zeggen, ik ben geen Nederlander, waarom zou ik moeite doen? Wij kunnen iets aan doen, zodat ze wel de behoefte gaan voelen om zich volwaardig mens te voelen. Dank jullie wel.
Oudshoorn van de dialooggroep Slavernijverleden hier aanwezig. En de heer Groenberg van Stichting Eer en Herstel via de Digitale Weg aanwezig. Welkom beiden. Ik wil u vragen om een korte introductie te geven. Nou heb ik dat in de voorgaande blokken ook gedaan. Die waren minder kort dan ik wellicht bedoeld had. Ik vind het vervelend om leden van de Tweede Kamer te onderbreken of gasten van de Tweede Kamer te onderbreken als het gaat over hun introductie. En toch wil ik u vragen het kort te doen. Daarna ga ik inventariseren welke noodzakelijke vragen er nog zijn. En ik ga niet een automatisch rondje af langs de Kamerleden om ons ook te beperken in de tijd. We zouden als eindtijd hebben 17:30. En ik geef de leden mee en ook de mensen die luisteren naar dit rondetafelgesprek hier aanwezig zijn, dat ik mij ga inspannen om te eindigen om 17:45. Zodat we iets zijn uitgelopen, de gasten in ieder geval eer hebben kunnen doen. En wetende dat we dit nog zeker zullen herpakken, dat heeft mevrouw Belhaai ook al aangekondigd. Maar dat het niet, nou ja, ook voor mensen die het ondersteunen, die dit volgen, te veel uitloopt. Dan ben al veel te lang aan het woord. Geef ik het woord aan mevrouw Oudshoorn van de dialooggroep Slavernijverleden. En daarna ga ik naar de heer Groenberg via de digitale snelweg. Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden. Op 1 juli 2021 heeft het adviescollege zijn rapport Ketenen van het Verleden uitgebracht. Een verleden dat nog steeds diepe sporen nalaat in de hedendaagse samenleving. En ik denk dat ik niet veel woorden daaraan hoef doen, omdat de voorgaande sprekers hier al heel veel aan besteed hebben. Het slavernijverleden gaat niet alleen over slachtofferschap, maar ook over moed, veerkracht en verzet. En u heeft in onze position paper en in ons rapport kunnen lezen hoe onze bevindingen en adviezen tot stand zijn gekomen. Een intensief traject waarbij dialogen zijn gefaciliteerd en georganiseerd in Nederland, maar ook in het Caribisch deel. Wetenschappers zijn geconsulteerd en er is voortgeborduurd op de inzet van de vele belangenorganisaties op wiens schouders wij staan en waar u een aantal van heeft mogen horen. Ik neem u er nog kort in mee. Om tot herstel te komen, zodat een gezamenlijke toekomst mogelijk wordt, vindt het adviescollege het noodzakelijk dat de staat erkent dat slavernij en de slavenhandel misdrijven tegen de menselijkheid waren. Verantwoordelijk neemt om de misstanden van het slavernijverleden onder ogen te zien. Erkent dat de gevolgen van het slavernijverleden de heden ten dagen nog voelbaar zijn en excuses aanbiedt. En het adviescollege dialooggroep slavernijverleden adviseert om bij wet die erkenning, excuses en herstel te verankeren. Eerdere sprekers die spraken al over leiderschap. En daar heeft het ook mee te maken. Want de meerwaarde van de vorm van een wet is dat deze vorm van erkenning, excuses en herstel door de betrokkenheid van het parlement met meer overtuiging aanspraak kan maken op een breed maatschappelijk draagvlak te berusten. En een wet kan daarbij ook een verklarend karakter hebben waarbij historisch onrecht en wandaden erkend worden en dat daar daadwerkelijk verantwoording voor wordt genomen. En het adviescollege heeft daarnaast een overweging gegeven voor een consensus Rijkswet te kiezen. En deze biedt de Caribische landen de mogelijkheid om mee te denken over de wijze waarop Nederland overgaat tot erkenning, excuses en herstel. Wij hebben in combinatie met voornoemde een range aan acties die wij u hebben aanbevolen, of die wij vinden dat er moeten komen. Om de tijd te besparen zal ik u deze niet noemen. Het staat in het position paper en voor de echte diehards ligt er dit lijvig rapport, wat ik u natuurlijk enorm aanbeveel om dat te lezen. Want we hebben ons werk niet voor niks gedaan. Het stukje waar ik er nog wel even tijd voor wil inruimen is, ik gaf in onze position paper al aan, het stukje over de organisatoren van de dialogen in het Caribisch deel van ons koninkrijk. En wij zouden wij niet zijn als we in dialoog niet voor een kleine oplossing hadden gevonden, zodat ik een klein stuk van mijn spreektijd aan hen geef, zodat ze toch hier door mij aanwezig zijn. Dat ze het betreuren, dat mogen duidelijk zijn. Ik wil u namens hen een aantal zaken meegeven. Op 3 oktober 2019 stuurde de gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George Wout, een brief aan onze premier met het verzoek tot rehabilitatie van hun nationale held Tula. En zij deed dit op verzoek na een langdurig traject wat ze gelopen hebben,
participerend traject. Georganiseerd door het Plataforma Sclavitud y Herencia di Sclavitud. Maar op 17 juli 2020 hebben zij een rappelbrief geschreven. En tot op heden hebben zij nog steeds geen inhoudelijk antwoord op hun verzoek mogen ontvangen. En in hun rappelbrief stelden zij, en ik quote, dat het negeren van dit verzoek pijn doet en het aanzet tot argwaan en wantrouwen jegens uw beleid, gericht aan de heer Rutte. Omdat dit het jarenlange door uw regering stelselmatig verzwijgen van het Nederlandse slavernijverleden en de doorwerking daarvan in onze huidige en toekomstige samenleving scherp en afrand onderstreept. Die gevoelens over de doorwerking en daarin niet erkend worden, worden in verschillende uitingsvormen ook gedeeld op de andere eilanden. Hoewel per brief excuses zijn aangeboden en verwezen is naar het traject rondom ons rapport, hebben zij nog steeds geen concreet antwoord mogen hebben. Ik verzoek u nogmaals om hen te betrekken in het hele proces en hen in de gelegenheid te stellen om hun zienswijze in te dienen. Te meer ook omdat het gevoel leeft dat zij in deze hele discussie rondom het slavernijverleden vaak anders worden behandeld dan het Surinaamse gedeelte. Ook omdat bijvoorbeeld het verschil tussen 1863 en 1873 niet voor het Caraïbisch deel geldt. Dus zij willen daarin, en ook omdat ze nu nog steeds onderdeel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. Dus dat stuk is heel belangrijk dat dat dus ook wordt gezien. En zij zijn voor om een gezamenlijke herdenking te houden, dat wel, maar wel bewust zijn van het verschil in de geschiedenis, ook van de eilanden onderling. En dat was even kort mijn aanvulling op het position paper wat ik al heb gestuurd aan u. En dan zou ik graag via u, omdat u zegt dat u het woord neemt namens de Curaçaose gemeenschap, zeg ik maar even. Nou, dat is wel heel groot, maar... Maar zou ik via u willen zeggen tegen hun of zij een afschrift van die rappelbrief aan ons als Kamer kunnen sturen, zodat wij, waarschijnlijk, ik zie hier allerlei mensen knikken, die dat rappel kracht kunnen bijzetten bij de eerstvolgende procedurevergadering van Binnenlandse Zaken. Want een brief hoort een antwoord te krijgen, altijd, van wie die ook komt. En dan kunnen we dat in ieder geval helpen te steunen. Dan ga ik naar de heer Groenberg, welkom. Die spreekt tot ons namens de Stichting Eer en Herstel. En ik wil u ook vragen een minuut of 3-4 te nemen voor een introductie, waarna wij nog prangende vragen nader kunnen stellen of opheldering kunnen vragen aan u. Goedenavond, voorzitter. Goedenavond, alle overige aanwezigen. Ik ben inderdaad Roy Groenberg. Ik spreek namens de Stichting Eer en Herstel en Radio Frimangron, de communicatiearm van Stichting Eer en Herstel. Voor ik mijn boodschap geef, korte opmerking. De eerste Nederlandse minister van Surinaamse afkomst was in 1903. En het heeft 119 jaren geduurd voordat er weer een Nederlandse minister komt van Surinaamse afkomst. We hopen dat het niet nog 119 jaar zal duren voordat er nog meer ministers en overige hoge Afro-Nederlandse mensen in het Nederlandse bestuur meedoen. In 1995 bood de Duitse kanselier Helmut Kohl in Nederland zijn excuses aan het Nederlandse volk voor 5 jaar Duitse bezetting en oorlogsleed. In 2020 bood koning Willem-Alexander in Indonesië namens Nederland excuses aan het Indonesisch volk voor eeuwenlange koloniale en ander leed. Zo hoorde dat. En de onderlinge relaties tussen de volkeren werd beter. Stichting Eer en Herstel is van mening dat de Nederlandse regering dit voorbeeld zal volgen en in Paramaribo plaatsdelict aan de nazaten van de Afrikaanse en inheemse Surinaamse slachtoffers
oprechte excuses zal aanbieden voor meer dan 300 jaar bezetting, inheemse genocide, dwangarbeid, Afrikaanse mensenhandel, uitbuiting en dehumanisering. Erkenning, eerherstel en wedergoedmaking zullen zeker bijdragen tot een duurzame afwikkeling van het dossier Nederlands slavernijverleden. Dan pas start er een nieuwe tijdperk van vergeving, reparatie en sociale cohesie. En sociale cohesie tussen de nazaten van Abraham Krijnsen, gouverneur van Sommersdijk, Susanna du Plessis, koning Willem III en die van Kaikousi, Kodjo, Mentor en Procent, Alida, Tula en Karpata. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland de wereld zal laten zien dat het als hoogontwikkeld en fatsoenlijk land haar verantwoordelijkheid neemt en overgaat tot handelen. Ik dank u voorzitter, en ik dank de Kamer dat ik deze bijdrage mocht leveren. En zoals de overige broeders en zusters hun bijdrage hebben geleverd, ook de Stichting Eer en Herstel staat klaar om een bijdrage te leveren om deze lastige bladzijde in de Nederlandse geschiedenis voor eens en voor altijd om te draaien, om samen nieuwe geschiedenis te gaan schrijven. Ik dank u. Ik dank u zeer. Ik kijk eventjes richting mijn collega's hier in de zaal. Is er iemand die een vraag heeft en durft? Als ga ik zelf alle vragen stellen. Nee hoor, grapje hoor. Ja, ik heb een inventarisatie. Mevrouw van der Plas heeft een vraag. Ik heb zelf ook een vraag. Iemand anders nog? Ik kijk nog heel even naar het scherm. Ja, de heer Ceder heeft nog een vraag. Mevrouw Simons. Nee, niet er doorheen. Ik ben aan het inventariseren. Rustig. Ik heb de hele tijd geprobeerd iedereen proberen die het woord wilde dat ook te geven. Dus dat ga ik ook doen. Ik heb u genoteerd. Mevrouw Simons, wilt u aftrappen? Bij één. Voorzitter, dank u wel. Dat wil ik graag. En wederom kan ik het niet laten onze gasten te laten weten hoezeer ik hen respecteer en het fantastisch vind dat zij hier vandaag met ons spreken over dit lastige onderwerp. Er valt ontzettend veel te vragen, ontzettend veel te zeggen. Ik zou willen beginnen bij de heer Kaikousi. Het woord reparations is vandaag natuurlijk een aantal keer gevallen. Een woord dat over het algemeen bij een groot deel van de Nederlandse bevolking en politiek lichte paniek oproept, omdat men vreest voor torenhoge claims. Nou weten we vanuit het buitenland dat het daar wel meevalt, maar op het moment dat excuses worden gemaakt. Maar wat mij heel erg interesseert is, zijn er andere vormen van reparations denkbaar, die dus niet gaan over slechts financiële compensatie voor het aangedane leed en het feit dat tot slaafgemaakten de dansen de buit zijn misgelopen op het moment dat handelaren en eigenaren wel werden gecompenseerd bij de afschaffing. Ik denk bijvoorbeeld aan... Ik houd het kort. Is er ook nog een andere manier van reparatie, vraagt u aan de heer Groenberg, dan die financiële claims waarvoor ik denk dat u terecht stelt dat velen ergens bang zijn. Dan de heer Groenberg. Voorzitter, ik zou nog een komma plaatsen achter die vraag, omdat ik bijvoorbeeld mee wil geven de denkrichting van het compenseren van het AOW-gat en andere niet tastbare vormen van reparations, bijvoorbeeld binnen het onderwijs, culturele uitwisseling en dergelijke. Dank. De heer Groenberg. Ja, dank u wel mevrouw Simons voor deze vraag. Een van de belangrijke punten wat zeker onder reparations zou kunnen vallen, is dat er zijn duizenden ex-Nederlanders hier die na de onafhankelijkheid van Suriname, waartoe ze niks hadden gevraagd, de mensen die lopen hier al jaren in Nederland ongedocumenteerd. Een generaal pardon naar die mensen toe, eigenlijk dat zou sinds gisteren moeten. Dat zou een van de vormen van reparation kunnen zijn.
Iets anders, tot slot. Een van de belangrijke zaken die gebeurd is in het tijdperk van slavernij is het vernietigen van de spiritualiteit van de Afrikaanse mens. En er is geen plek in Nederland waar de reparatie aanvang kan maken. Daarom pleiten wij al jaren ervoor voor hulp van de Nederlandse overheid voor de bouw van een eigen afro-cultureel centrum waar de nazaten zelf hun reparatie ter hand kunnen nemen. Het mag geen werkgelegenheid worden voor de nazaten van de daders. Dank u wel. De heer Seder, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag van mevrouw Simons was hetzelfde. Dus misschien heb ik heb nog één, maar... U bent zo eerlijk. Ik ga naar de heer Van Strien. VVD. Dank. Korte vraag. Er wordt momenteel ook gesproken over eventueel een slavernijmuseum. Ook in het coalitieakkoord wordt er al iets over gezegd. Mag ik een van u beiden vragen om daar eens op te reflecteren? En als je bijvoorbeeld kijkt naar Washington, waar een National Museum of American History is, dus African American History, daar wordt de bijdrage van die gemeenschap wordt juist gecelebreerd in plaats van het slachtofferschap. En ik ben benieuwd hoe u dat ziet. Wat is de rol van zo'n slavernijmuseum in dat licht? Dan ga ik als eerste naar mevrouw Oudshoorn en dan kom ik daarna bij u, meneer Groenberg. Nou, ik denk dat er ook advies ligt van de Raad van Cultuur, of een onderzoek ligt, hè, van de Raad van Cultuur en van de Kunststad Amsterdam, volgens mij, die daar ook antwoord op geven. Ik begon mijn verhaal om te zeggen dat slavernij inderdaad niet alleen gaat over slachtofferschap, maar ook over verzet. Het gaat over trots, het gaat over geschiedenis, het gaat over een andere vorm van het beschrijven van geschiedenis. Daar begon ik mee, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat daar ook representatie een onderdeel van uitmaakt. Als we iets hebben gehoord in de dialogen, is dat het herstel dat veel verder gaat dan alleen geldelijk. Of dat nou individueel of groot verhaal is. Individueel hebben we van gezegd, daar zien wij beperkingen in. Dat hebben we ook niet geadviseerd. Als het breder gaat, gaat dat inderdaad over een breed, integraal en systemisch aanpakken van die gevolgen van die slavernij. Een museum is daar een onderdeel van. Dat moet dus een breed iets zijn, maar dat moet ook samen opgesteld worden samen met de nazaten, zodat er ook gekeken kan worden hoe wordt daarover gedacht, wat wordt daarbij gevoeld en hoe komt ook die representatie terug. Dus het is een combinatie. Dat is wat wij heel veel te horen hebben gekregen en dat is denk ik in het kort een antwoord op uw vraag. De heer Groenberg. Voorzitter, het feit dat vanuit Amsterdam in Nederland gewerkt wordt aan een slavernijmuseum vinden wij een geweldige zaak. Maar een slavernijmuseum heeft eigenlijk niks met de nazaten te maken. Het is een plek waar Nederland haar slavernijgeweten gaat vastleggen, waar de totale Nederlandse samenleving kan gaan kijken wat er altijd is gebeurd in de loop der eeuwen. Vandaar dat Stichting Eer en Herstel pleit voor hulp voor de bouw van een eigen cultureel historisch centrum, waar wij zelf de regie in handen hebben. Want de jager kan nooit het verhaal vertellen van de gejaagde. En voorzitter, slachtofferrol. Als er eentje is in dit land die altijd een slachtofferrol aanneemt, dan zijn het de witte Nederlanders. Iedere keer schreeuwen ze, maar ja, wij waren er niet bij. Dat noem ik slachtofferrol. Wij de nazaten, wij spelen geen slachtofferrol. We zijn slachtoffers. Dat was mijn antwoord, voorzitter. Dank u wel. Mevrouw van der Plas, BBB. Ja, dank u wel. Ik ben even van mijn apropos gebracht. maar ik had eigenlijk een hele simpele vraag. Ik weet uit de agrarische sector dat er ontzettend veel organisaties zijn die voor boeren strijden. En die roep ik altijd op van bundel de krachten, samen sterk. Heel veel versnippering daarin ook. Ik zie ook hier dat er heel veel organisaties zijn. En ik vroeg me eigenlijk af, in hoeverre werken jullie met elkaar samen? Stemmen jullie samen dingen af?
Dat is gewoon een technische vraag eigenlijk. Ik weet niet of het mijn plaats is om daar een antwoord op te geven. Want ik ben niet van een organisatie. Ik was voorzitter van een door de regering ingesteld adviescollege. Maar ik weet dat er vele organisaties zijn die samenwerken op dit gebied. U heeft er vertegenwoordigers hiervan gehad. Ook in dit traject hebben wij met al die belangenorganisaties gesproken. Of een deel, niet allemaal. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat het niet gaat over de samenwerking van de belangenorganisaties, maar dat er hier de vraag die er is, een vraag die bij u wordt neergelegd als wetgever, als Tweede Kamer, om al die strijd die al gestreden is, al die informatie die is opgehouden, die hebben wij geprobeerd te verzamelen, om daar iets mee te doen. Dus ik wil de vraag terugleggen. Het ligt niet aan al die verschillende organisaties. De vraag die er ligt, ligt daar. Ja, volgens mij bedoelde mevrouw Van der Plas ook niet dat het komt door verschillende organisaties. Maar heel kort, mevrouw Van der Plas, want we zouden geen debat doen. Nee, dat klopt. Maar ik wil het wel graag verduidelijken. Kijk, ik noem agrarische sector ook omdat ik merk dat als je samen optrekt richting de Kamer, ook richting politici, dat je eigenlijk ook heel sterk staat. Hè? Dus dat je, als je met één geluid spreekt, dat je ook sterker staat. Dus dat is totaal geen oordeel, vooroordeel, verwijt. Het is gewoon een technische vraag, gewoon een hele simpele vraag. In hoeverre werken organisaties met elkaar samen? Omdat ik weet dat sommige organisaties gewoon helemaal niet samenwerken. Volgens mij is daar net ook een antwoord op gegeven. Ik had ook nog een vraag. En dat komt uiteindelijk ook neer op uw advies uit ketenen van het verleden. En wel iets waar ik mee worstel. U spreekt, er moet een rijkswet komen. Daar kan een helende werking van uitgaan, omdat we dat dan met z'n allen aannemen, omdat iedereen daar ook zijn reflectie op kan uitoefenen. Maar heeft u ook nagedacht over welke keerzijde dat kan hebben? Omdat ik namelijk ook zie dat in de discussie die gevoerd wordt, er ook heel vaak, soms, door sommigen wordt gezegd, deze discussie, daar horen sommige mensen hun mond te houden, niet aan mee te doen. Die hebben een ereschuld, een witte schuld. Terwijl ik denk, wat ook wel in de oproep zit, maak daar nou een rijkswet van met iedereen. Daar spreekt uit, hè? Maak dat een geheeld proces met iedereen. Maar hoe voorkomen we nou dat juist, als zo'n wet gemaakt wordt, dat proces wordt dat er bepaalde mensen niet mee zouden mogen spreken, stemmen, waardoor je eigenlijk niet tot een einde komt met zo'n wet? Nou ja, dat is nooit een einde natuurlijk, maar in ieder geval dat die erkenning daarin wordt vastgelegd. Maar dat dat het startpunt is van een nieuw strijdperk waarbij er eigenlijk heel veel pijn wordt gedaan en we niet binnen dichterbij komen bij, nou ja, dat gemeenschappelijk verleden waar we allemaal mee horen, ja, op een bepaalde manier ons te verzoenen. Ja, verzoenen is een verkeerde term, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Heeft de commissie, waar ketenen uit het verleden toe is, het eindproduct is, daar ook een reflectie op? Misschien moet ik even verduidelijken. Wij hebben als eerste geadviseerd om het bij wet te regelen. En in overweging gegeven om het in een rijkswet te doen. Daarbij wel opmerkende dat we weten dat op het moment dat je het in een rijkswet regelt, daar een heleboel andere stappen voor zijn. En dat we hebben gezegd van dat het één niet moet zorgen voor het opschorten van het ander. Dus het regelen bij wet, de erkenning, de excuses en het herstel, dat is iets wat gewoon ingezet kan worden. Dat is ook door de wetenschappers onderzocht. Dat is dus een stap. Daarnaast zijn de maatregelen die we hebben gezegd als het gaat over tegen de doorwerking daarvan, vinden we ook dat gewoon kan starten. En de overweging van een rijkswet, dat hebben we meegegeven omdat het belang van het geheel er is, maar het zou niet opschortend moeten werken. En dat is waarom wij het in overweging hebben gegeven. We zien daar voordelen in, maar we zien daar ook de complexiteit van en vreesden hetzelfde wat u nu uitspreekt. Maar het een zou niet op het ander moeten wachten. Ik dank u allen. Ik dank de mensen thuis via de digitale snelweg. Ik dank onze ondersteuning. Ik zie nog een woordvoering van de heer Groenberg. Ja, natuurlijk. Alle ruimte. Ik wil er opmerken, voorzitter. Dank u wel. Ik wil terugkomen op de vraag over samenwerking. Ik kan u verzekeren, voorzitter, dat wij vandaag aan de dag
heel veel bereikt hebben, nog niet alles, heel veel bereikt hebben. In dit dossier is niet uit de lucht komen vallen. En het is ook niet gekomen uit goodwill van de Nederlandse regering of van het Nederlandse parlement. Dat is allemaal bereikt door keiharde samenwerking van alle nazaten in Nederland. En ik roep ze op om nu nog harder, nog meer samen te gaan werken om dit dossier voor eens en voor altijd duurzaam af te sluiten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan wil ik graag de leden die aanwezig waren danken. Dank ook aan de initiatiefnemers. Ondanks dat er van allerlei nieuwe ervaringen en inzichten zijn gekomen tijdens dit rondetafelgesprek, is het toch heel goed dat dit initiatief is genomen, dat we het vanmiddag hebben gehouden. We zijn iets uitgelopen, dat is helemaal niet erg, zeker niet bij dit onderwerp. Uiteindelijk is het ook met de vraagstelling en de introductie heel goed. Ik zie dat mevrouw Oudhoorn ook nog een laatste opmerking heeft, dat mag zo meteen. Maar ik maak toch even de afronding af. Ik wil de ondersteuning danken voor zowel het digitaal mogelijk maken dat mensen dit konden meemaken, als dat wij af en toe ook nog iets te drinken kregen. De gasten een goede plek kregen, jassen werden aangenomen. Natuurlijk de gasten niet te vergeten wil ik danken. Ik hoop u allen, en mogelijk dat sommigen dat ook nog van een afstandje volgen, opnieuw te zien. Deze discussie, dit onderwerp is niet ten einde. Maar hopelijk is dit wel een goede eerste stap. Zal ik het zo zeggen? Ik geef mevrouw Oudhoorn nog als laatste het woord voor een slotopmerking. En dan zeg ik ook tegen de bode, is de vergadering gesloten. En wens ik een ieder een goede bekomst thuisreis, al dan niet hoe dat verder er vanavond uitziet. Mevrouw Oudhoorn, ter afsluiting. Ter afzijging, ik heb net gezegd, het is het bijzonder lijvige rapport wat we hebben uitgebracht. Ik snap natuurlijk hoeveel er naar voren komt in zo'n geheel. Dus ik zou graag zeggen dat wij onze vinger opsteken om wat meer inhoudelijk ook op de inhoud van dat rapport terug te kunnen komen. Want het zou zonde zijn als het werk wat verzet is, met alle dialogen, nu afgerond zou zijn. Dus ik kom graag op een van die vier, of alle vier bijeenkomsten die jullie gaan organiseren, weer terug. Nou, hierbij echt de sluiting. Ik maakte buiten de microfoon nog de grap dat we het ook werkbezoeken kunnen zijn. Dat is natuurlijk geen grap. We hebben de eerste stap gemaakt. We gaan verder bij de Commissie Binnenlandse Zaken kijken hoe verder. En voor nu sluit ik deze bijeenkomst.